Het is maandag 20 maart aflevering 96 van de Gouden Kooi Podcast er staat voor de deur en naast mij zoals altijd en vertrouwd de enige echte de man, de myth, de legend, de hurricane Gilbert Eiffel. Alles wel met je? Fantastisch. Het is mooi. Ik en met jou? Een... Ja, nou <laughs> um, over het geheel gezien gaat het vrij goed. Op deze maandagmorgen. Um, maar wat minder, nou ja, minder, minder is een groot woord. Maar het was een uh, intensieve week. Ik heb wel genoten, Londen was fantastisch. Maar de energielevels zijn heel laag. Maar daarom heb ik jou gelukkig erbij. Uh, om mij een beetje door deze moeilijke dagen heen te slepen. <laughs> um, voordat we verder gaan wil ik nog eventjes uh, vermelden. Um, denk aan onze goede vrienden van Special Gold CBD. Natuurlijk uh, Special Gold CBD, topspul. Het helpt bij, uh, um, bij een zware training om te herstellen. Het helpt tegen slaaploze nachten. Um, en nog veel meer. Dus check hun vooral en support hun. Want wij supporten hun. En het is ook de dag van het geluk. Oh, internationale dag van het geluk. Dat is natuurlijk. Maar het is hier elke maandag dag van het geluk omdat jij hier zit. Uh, ja, ik ben voor het, ben voor het ge geluk geboren. <laughs> dat bedoel ik. Ja. Het is ook uh, de internationale dag van de francofonie. Weet je wat dat is? De francofonie. Ja. Nee. Dat is uh, van liefhebbers van de Franse taal. Oh ja, ik vind. Ja. ja Spreek ik, je een beetje Frans? Nee, helaas. Ik ben. Ik ben Haitiaans. Ja. En, uh, Dan spreken het Frans, hè? Ja, maar ik helaas niet. Maar nee. ik heb een geweldige taal. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, maar misschien vandaag de dag om je erin te verdiepen. Uh, en het is ook de internationale dag van de mus. Ook Twitche, die hele schattige kleine vogeltjes. Weet je trouwens wat een hele grote mus zegt? Shut up! Maar goed. Uh, alle gekheid op een stokje. We gaan natuurlijk uh, veel bespreken. Want het uh, ja, monumentale evenement, mogen we toch zeggen. Van UFC 286 in Londen. En uh, stil, moeten we zeggen, Liam. En dus dan gaan we toch uitgebreid op het terugblikken. Uh, Ik was de hele week in Londen, dus daar kunnen we wel wat over zeggen. Jullie hebben natuurlijk gekeken. We gaan natuurlijk sowieso uh, de derde man in deze boyband er zo bijhalen. halen. Uh, Blik We gaan natuurlijk even weer matchmaken. De vragen gaan we uitgebreid behandelen. Gok op knokken gaan we natuurlijk even de laatste hand van zaken doen. En en daarin gaan we dan ook weer vooruitblikken op het aankomende moment. Wat ook weer een hele mooie kaart is in San Antonio. Met uh, Cory Sandhagen en Marlon Chito Vera. En de meeste vindt dat ook een, een, een goede kaart. Jij bent daar ook bij zaterdag bij ons in de studio. Dus dat wordt yes. sowieso heel vet. Maar uh, dat gezegd hebbende, hij kijkt al over onze schouder mee. De enige echte natuurlijk. Onze correspondent in Zuid-Dagestan. Dan heb ik het natuurlijk over de Big Marcel Dorf. Goedemorgen Marcel, alles wel. Ja, goedemorgen natuurlijk. Ja, nou, dat enthousiasme, daar uh, ga ik natuurlijk niet deze dag mee doorkomen. Hè? Ja, ze hebben waarschijnlijk gewoon iets te veel van zijn haren afgeknipt. Dat ja. is het. Ja, wel een lekker vlot kapseltje. Je lijkt een beetje op die man die daar achter je zit uh, op, de, op die foto, Chito Vera. Oké. je dat vinden? ik spreek niet tegen. Mooi, <laughs> mooi, 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 mooi. Maar uh, eventjes, afgelopen weekend, je hebt natuurlijk voor, voor het, aan de televisie gekluisterd gezeten bij UC286. Uh, Wat was jouw algemene indruk? En uh, laten we gelijk nog met de cijfers beginnen, naar we er toch zijn. Ja, ik vond het een redelijk evenement. Um, ik vond het erg lang trekken, moet ik zeggen. Uh, eigenlijk een beetje veel prelims, naar mijn smaak. Um, maar uh, over het algemeen wel aardig evenement. Ik zit tussen zes half zeven. Zes half zeven, oké. Okay. Zuinigjes, ja. zuinigjes. Uh, goed, dat, dat kan. Uh, ik kan me voorstellen dat het misschien in, in terwijl er wel een, een dag gestaan op de kaart zand, natuurlijk. Maar uh, Gilbert, uh, wat, uh, wat was jouw cijfer en uh, jouw algemene indruk van deze avond? Nou, um, ik vond het eigenlijk een leuk avondje. Ja. Vechten kijken. Het was trouwens nog eerder op tv dan ik had verwacht. Dus ik heb tv aan. Hey. Um, dus ik vond het leuk. Lekker ontspannen, lekker vroeg op de avond. Mooi. Um, ik, uh, ik denk dat ik het een 8, uh, ik geef het een 8. Uh, een ik moet uh, helaas zeggen dat ik een paar wedstrijden een beetje heb gemist. Maar dat ja. kwam misschien door mijn connectie. Maar verder, uh, ja, ik, uh, ja, ik heb genoten. Dat was leuk. Ja, ja ik, uh, ik heb uh, lachend en helemaal op de laatste partijen uh, echt uh, heel, uh, met. Uh, ja, wat noem je dat? Gezonde spanning? Gezonde spanning. Eh, eh, samen met eh, Dagistan heb ik geappt. Ik zat met hem te de app. Ja ja ja. Ja, 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 ja. En ja, nee, ik vond, ik vond het leuk. Ja, ik vond een, een, leuk, een leuk gala. Het was eh, niet zo zoals vorige week. Hè? Nee. dat was echt uh, vuur voor iets meer vuur, maar dit vond ik ook leuk. Ja. ja. Ja, ja ik, ik, ik heb misschien een iets andere beleving dan jullie. Want ik was daar natuurlijk de hele week op de, op de, op de, op de grond, zeg maar. Mm -hmm. Al die vechten is natuurlijk de hele week gezien in het hotel. Dan heb je ook wat interacties en zo. Dus dan zit er automatisch ook wat meer in. En wat jij zegt, maar zo, veel prelims misschien. Maar in alle prelims ongeveer stond een Engelsman. En op één na alle Engelsen wonnen. Dus dat maakte het natuurlijk voor de algemene beleving. Vooral in de zaal, maar mm -hmm. ja, ook voor ons die eromheen, die er natuurlijk de hele week bij zijn geweest, maakte dat natuurlijk wel wat extra bijzonder. Dus dat gaf het wat extra cachet. Dus ik vond dat juist wel weer heel leuk. Want dat, je voelde de, de sfeer opbouwen. Bouwen, natuurlijk naar het grote moment ja. van de ja. avond. Uh, waar iedereen natuurlijk ook rijhalsend maanden naar uit had gekeken. De main event van de kampioen tegen Oesman. En de, de grote vraag. En um, daarom zou even, ik zou 8,5 willen geven. Um, maar ja, de grote vraag die we natuurlijk allemaal hadden. Oesman tegen Edwards. Die vorige keer die high kick, ja. Ja, tuurlijk. Maar hij was de wedstrijd aan het verliezen. Het was een lucky shot. Het was een heel merry Het was per ongeluk, weet je wel. En de rest van het gevecht had hij verloren. En dit gevecht zal nu weer zo gaan. En dan gaat hij misschien wel verliezen. Dat was wat heel veel mensen dachten. Hè, dat hoorde je zo een beetje in de commentaren. Dus er stond heel veel spanning op. Uh, en ook bij mij. Want ik was heel benieuwd om te zien. En kijk, hij heeft nu... En eigenlijk heeft uh, deze overwinning... Heeft die vorige overwinning nog wat meer power gegeven. Want het was dus niet... Een, een, een opname, een momentopname. Maar hij heeft hem nu gewoon over vijf ronden verslagen. Mm -hmm. Weet je? Dus hij heeft gewoon laten zien dat hij gewoon gedegen is. Dat hij wel degelijk verdient de kampioen van de wereld is. En je kan over die wedstrijd zeggen wat je wil. Maar het was een hele close partij. Was spannend. Het was niet zo spectaculair misschien als die partij daarvoor. Gateje tegen vizier. Maar dat wisten we allemaal van tevoren. Dat, dat mm -hmm. sowieso fight of zou worden. Maar het was een partij waarvan we al dachten dat hij heel close zou worden. En waar we allemaal benieuwd waren: hoe komt Oesman voor de dag? Is hij? Hersteld van die van knockout is hij mentaal hersteld, uh, kan hij weer zijn eigen spel spelen. Wat gaat het thuispubliek met Leon Edwards doen? Uh, wordt hij omhoog getild? Krijgt hij een extra poes? Of, of bevriest hij juist onder de druk en onder alle uh, uh, felle lichten? En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het Edwards echt een fantastische partij vocht. Ja. Um, ik vond uh, uh, Oesman uh, wat onzeker. Ja. En Leon uh, heel zeker. Maar, um, ja, eigenlijk net zoals uh, de partij van uh, vorige keer. Uh, hoe heet die? Uh, de Merbab tegen Jan. Ja. Um, had Leon, Leon had gewoon heel goed zijn uh, huiswerk gedaan. En uh, uh, hij kon gewoon. Uh, ja, hij liet uh, Amaro uh, uh, Camaro niet in zijn, uh, in zijn spel komen. Nee. Leon, um, ik vond hem niet per se de betere vechter mm. hij had gewoon een beter game plan ja waar, een dus, gameplan. en uh, hij kon dus die takedown stoppen hij kon opstaan en kon gewoon lekker zijn trappen doen en zijn trappen geven uh, geven en daardoor uh, ja, kwam hij eigenlijk geen, geen enkel moment in gevaar en werd Kuma amaru komaru oes maar snappen ja. ah. ja. uh, snappen wie je bedoelt ja die, die die nee dat mag ik niet zeggen <laughs> uh, die kwam dus niet in zijn spel en die werd eigenlijk gefrustreerd. Een beetje ja. steeds meer gefrustreerd, meer gefrustreerd. Ondanks dat hij het supergoed deed. Uh, Oesma bleef het supergoed doen. Ja. Weet je, maar, hij uh, bleef in de wedstrijd tot ja. op het laatste moment. Ja. ja en uh, en Lyon natuurlijk ook gedreven door het publiek, hè, wat we vorige keer al hebben gezegd. Ja, uh, het was gewoon een uh, leuk gevecht om te zien. En nu zag je ook weer dat uh, uh, het vecht is hard. Uh, en het talent eigenlijk uh, soms kan verliezen tegen een goede game. game, ja. uh, game plan. gameplan. Ja, maar je kan nog zo'n gameplan hebben. Als je het niet kan uitvoeren, dan heb je niks aan je gameplan natuurlijk. Ja. En Edwin heeft wel die capaciteiten en het talent. En, ja. en de intelligentie ook. Want ik vond dat hij heel rustig bleef, goed ja. bleef kijken. kijken. En, um, en, en de trappen waren het natuurlijk. Ja, de sleutel tot succes voor hem in dit geval, want de wedstrijd begon en bijna van het begin landde hij meteen een hele harde lichaamtrap en, en bleef dat doen. Lichaamtrappen, mm -hmm. low kicks, die oblique kicks naar die knieën, want we weten ja. ook allemaal, Oesman heeft zwakke mm -hmm. knieën, dus dat was ook on... 100% zeker uh, deel van het gameplan. Uh, mm. En dan in de hoop dat dan door al die lage trappen. dat dan op een gegeven moment die hand naar beneden ja. gaat. En dat hij dan misschien wel weer zo'n headshot-dead-moment uh, zou krijgen. Maar daar was Oesman zo gefocust. Je zag hem, hij bleef de helft. Ja, hij zag iets mooi ook. Zal handen ja. hier houden, waardoor hij wel af en toe die, die lichaamtrappen moest, moest slikken. Uh, maar hij was zo gefocust om niet weer die headshot. Uh, die, 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 die hoge trap te krijgen. Dat vond ik dan wel weer mooi om te zien. En wat ik. Ja, zeg maar. Ja, nee, ik zit. Dat, ik, wat, ik zit dat te denken nu Lyon Edwards zo hebben zien vechten dus wat hij dus deed was goed hè dat ja. was een mooie gameplan had hij uh, maar uh, weer haalt dit niet het de het vechten ja. uit de sport ja. weet je dus dat, die, dat dat ze alleen maar bezig zijn met goede gameplans en op die manier die partij te winnen en ondanks dat het geweldig was natuurlijk ja. uh, want willen we soms niet gewoon zoals die partij daarvoor dat zien we. Klap op elkaar. Tuurlijk, maar stelsel makes fights. Hè? Ja. En van Oesman weet je wat hij gaat doen. Hij probeert je tegen de kooi te drukken en naar de grond te nemen. En je zag Edwards vooral heel erg mee bezig was om niet met zijn rug tegen die kooi te komen. Om ja. daar weg te bewegen. En hij had altijd als Oesman inshoot om probeert die takedown te krijgen. Ja. Dat hij met de tie clinch en die knie. aan raakte een paar keer heel hard o, met die knie op zijn yeah, kop. Yeah, yeah. uit die clinch wist te komen. En, en, en wat ik heel mooi vond ook om te zien. En. Als je terugkijkt, want ik heb natuurlijk afgelopen week die vorige partij teruggekeken, waar Oesman mm -hmm. natuurlijk wel alle rondes won. Uh, en heel vaak die takedowns scoorde. Maar bij, bijna al die takedowns wist Edwards heel snel weer op te staan. Mm -hmm. uh, wat ik heel knap vond als je er naar terugkijkt. En nu zag je dat eigenlijk weer. Want Oesman had heel veel takedown pogingen. Lukte mm -hmm. niet zo vaak. Maar die twee keer of drie keer dat het lukte, stond Edwards best wel snel ja, weer op. Ja, 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 ja. Dus had hij eigenlijk niks aan die takedowns. En dat is op een gegeven moment ook een, een psychologisch ding. En? Wat mij opviel, dat uh, Ousmane en begon gast te geven in rond drie, rond vier. Hij, hij deed het, hè? maar hij kreeg dus niet voor elkaar, voor elkaar wat hij wilde. Mm. Maar hij bleef hetzelfde doen. Dus ik denk van, probeer eens wat anders. Want uh, zelfs zelf in de laatste, ja. nou, laatste minuut. Weet je, blijft. Dus het lukte niet wat hij deed. Maar hij bleef hetzelfde doen. Bleef hetzelfde doen. Bleef hetzelfde doen. Ik denk van, nou, weet je, nou je hebt dit nu al drie, vier rondes achter elkaar geprobeerd. Het lukt niet. Ja. Andere gameplan, probeer eens het anders, weet je. Blijf in het midden van de ring staan en probeer dan met hem te gaan boksen of, of ja. iets. Want hij uh, sloeg Leon uh, Ja, maar staan of twee keer aan. Ja, dat wel, maar staand had Leon echt wel het betere. Hij is gewoon de betere kickbokser, punt. En, en Oeps, heeft natuurlijk wel die, die power. Uh, maar de keren dat hij het probeerde, hij sloeg hem misschien wel één of twee keer aan, maar ja, echt ja, maar, succes had hij er niet mee. Ja, maar hey, moet je nou niet uh, het riskeren? Want ja. hij had ook geen succes met wat hij deed tegen de, tegen de ja. uh, kooi aanzetten. Toch? Ik denk, nou, dan moest je ook maar een, een headshot dead <laughs> proberen. Ja. 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 Um, 48, 46, twee keer in 47, 47 uh, bij de derde bij lid Ik uh, vond dat hartstikke prima. Ik vond dat logisch. Ik had dat ook zo gescoord, moet ik heel eerlijk zeggen. Marcel, uh, jij die er altijd kritisch naar kijkt naar de scoring. Maar hoe had jij het aan het einde van het gevecht? Um, ik had drie rondes voor Neon, twee rondes voor Kamaru. Maar daar zat een strafpunt bij. Dus ik had 47, 47. En waarom heb je nog mee voor Kamaru dan? Twee, uh, drie en oe, dat, twee of vier, die twee, ik weet niet precies. Ja. Ik had in ieder geval twee-2 twee bij het ingaan van de laatste ronde. Ja. Maar ik had dus een strafpunt van Kamaru erbij, zeg ja. maar. Of van de Leon erbij. Dus het was waarbij we trafen draw, en dat Leon nog altijd gewonnen. Dus dan, dan was hij het kampioen gebleven. Um, Jij ja, had dan waarschijnlijk ja. die tweede ronde voor Komari, want in de tweede had hij de, eigenlijk het tweede deel van de ronde waar Leon daar het eerste deel van de ronde had. dat had met... ik twee en drie waarschijnlijk, ja. ja. ja, ja maar ja. ik heb geen problemen met mensen die 48, 46 houden. Nee. nee, wat vond je al het algemeen van, van de wedstrijd en dan met name van de prestatie van de kampioen, de, de nu terechte kampioen natuurlijk, uh, dat was hij al, maar de, de nu definitieve kampioen Leon Edwards? Het was spannend, omdat het heel lang eigenlijk, uh, hoe noem je dat? Dat je elk moment het idee had dat er iets kon gebeuren. Daarom bleef het spannend. Maar om nu te zeggen dat ik dat, uh, dat ik dat gevecht nog graag van een tweede keer wil terugzien, niet per se, als ik heel eerlijk ben. Ik vond het een uh, uh, wat ik zeg een spannend gevecht. Kon, uh, Leon had wel de, de toch wel iets de overhand vond ik, vooral staans vooral. En uh, maar om niet te zeggen van oh, wat, een, wat een fantastische partij. Die moet ik nog een keer terugzien. Die gaat in mijn top 10 van de EA. Ja, nee. Gewoon um, goede titelverdediging van Lyon denk ik. Uh, is niet makkelijk als je op zo'n spectaculaire manier uh, de laatste keer gewonnen hebt om dat, om dat nog te overtreffen. Maar hij, uh, in ieder geval, uh, vorige keer was hij zeg maar, de eerste ronde beter. Tweede, derde, vierde en vijfde werd hij compleet gedomineerd. En uiteindelijk won hij. En nu. Was dat niet zo. Uh, hij heeft uh, veel beter, eigenlijk uh, in zijn totaliteit veel beter gevochten ja. dan in die tweede partij. Dus uh, en, uh, ja, wat, mij wat mij betreft terecht gewonnen. En uh, ik, vond, ik, vond het wel, uh, ik vond het wel een stuk gelijkwaardiger dan dat over het algemeen werd gedaan man. Ik vond het niet uh, dat het een blowout was of zo. Een beetje werd gedaan alsof Ed uh, was uh, next level was en Oesman uh, uh, de gewezen kampioen. Maar ik vond het uh, vrij gelijkwaardig en Ed heeft wel terecht gewonnen. Ja, maar van Edwards kan je zeggen: ik vond het oh, zeker niet dat het een blowout was. Maar ik vond Edwards wel over de gehele linie beter. En, 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 en terecht dat hij de partij uiteindelijk won. Um, wat ik wel heel fascinerend vond van Edwards. Want Oesman is gewoon. Op één, na beste wel te weten wie er ook <tie> geweest is. Als je kijkt naar resumes en dominantie tijdens zijn title range, zeg maar, GSP is nummer één en dan heb je Oesman. Klaar, dat is wat mij betreft is daar geen discussie over. Uh, en dat, dat is nog steeds zo. Ook nu die twee keer het bedrijf van Edwards heeft gewonnen. Dat de CV, dat blijft. Weet je, dat is, zijn zijn plek in historie is vastgebijteld. En Ousman, of Edwards heeft hem nu verslagen twee keer. Uh, waarvan de eerste keer, zou ik inderdaad kunnen zeggen, vloek. Maar nu heeft hij hem gewoon terecht op punten gewoon afgetroefd. Uh, en. Dat is iets wat we Edwards natuurlijk heel erg kunnen, uh, ja, kunnen feliciteren. Want hij is nu terecht de kampioen. En Osman vraagt me een beetje af, hè, want hij is 36 inmiddels. We weten van alle fysieke ongemakken die hij heeft. De verhalen dat hij achter zijn voor de trap moet, omdat zijn knieën niet voor, af, vooruit de trap af kunnen. Dus um, vraag me een beetje af, ja, wat gaat er nu verder met hem? Want weet je, vader Tijd is onverslagen. En er komt natuurlijk een moment dat het verval is ingezet. En ik heb een beetje het gevoel dat dat moment nu bij Oesman is. En niet zo dat hij niet meer mee kan met de top. Want hij zou nog steeds van de meesten in deze divisie winnen. Maar dat zijn echte hoogtepunt wel geweest is. En dat hij ook nu zijn X-factor. Zijn overdrive in dit gevecht niet meer kon vinden. Waar hij dat voorheen wel kon. En uh, ik denk ook niet dat hij nog terugkomt op dat niveau. Maar ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Nou ja, ik denk dat zijn niveau niet echt heel veel naar beneden is gegaan. Nee. Maar het, uh, het, 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 zijn status van, de onverslaanbare ja. Oesman, oh my god, ik moet tegen hem. En Leon heeft in die laatste minuut van die tweede partij laten zien van, oh, hij is toch kwetsbaar. Ja. En nu gelooft hij er helemaal in. En nu, ja, en, to, en nu gelooft Oesman niet echt meer, heel erg meer in zichzelf. En ik, ik denk persoonlijk wat er gaat gebeuren. Ik denk misschien vest je nog één of twee partijen voor het super... mm -hmm. Maar ik denk dat hij ik denk dat hij een acteer, acteer, ja. carrière gemoed. Hij ziet er goed uit, hij is uh, net iets knapper dan mij, dus uh, uh. Hij praat goed en ik was heel erg onder de indruk van hem hoe die de hele week ook gewoon op, met alles omging Want bij de persconferentie en ook tijdens het evenement dat hij uitgejouwd. weet je, en het, uh -huh, uh -huh, uh -huh. mensen roepen headshot dead, headshot dead, weet je, en hoe die door alles gewoon rustig zijn focus hield, Ik was echt van onder de indruk hoe die daarmee omging. En uh, het enige wat ik een beetje Bang voor, en hij was heel waardig in verlies, ook achteraf. Mm -hmm. hè, had, uh, echt een kampioen ook als verliezer. Uh, daar was ik heel erg van onder de indruk. Wat ik een beetje bang voor ben en wat ik hem niet gun, is dat hij zo Tyron Woodley wordt. Want Tyron Woodley was in zijn periode echt een hele goede wel te weten ook. En mm -hmm. nu herinneren we hem alleen, alleen nog maar als de man die knock-out ging tegen Jake Paul. Terwijl uh, Tyron Woodley was toen hij kampioen was, was hij ook... Supergoed, totdat hij verloor van Oesman en toen won iedereen van hem. Mm -hmm. en, en toen was hij zo van loslopend wild. Ja. En ik, ik gun Oesman dat niet dat hij diegene wordt die dat ook moet ervaren. Maar, zo wat uh, zie jij voor Oesman uh, in het verschiet liggen nu, in, het, uh, in de toekomst? Ja, dat is heel moeilijk, man. Vooral door de matchups wat de UFC gemaakt heeft op dit moment. Hij heeft eigenlijk, kijk, tegen uh, Covington heeft hij twee keer gevochten. Uh, tegen Edwards gaat hij niet een derde of een vierde kans uh, uh, krijgen. Nee. Uh, ze gaan waarschijnlijk uh, Mohammed tegen Rachmanov maken, mm. dus ook die twee niet. Burns tegen Masvidal heb je. Ja. Uh, dus eigenlijk iedereen staat daar boven. Thompson zie ik niet gebeuren, want Thompson heeft al gezegd dat hij wel klaar is met die worstelaars allemaal. Mm. Dus dan, dan zou je al of hem tegen bijvoorbeeld een... Uh, kijk, Jeff Neal heeft pas verloren van Rachmanov. dus dat wordt het ook niet. Dan zou je hem dus al of tegen een, uh, iemand moeten zetten waarvan je denkt van... Daar zie ik in de toekomst een hele grote in worden. En die wil ik die kans geven. Dat zou een Jack Della Maddalena zijn. Mm. Wil Oesman dat accepteren? lijkt me sterk. Of je moet wachten dat op die partij op 7 april. Tussen uh, uh, Pereira en Adesanya. als Pereira Ja precies. Als Pereira wint. Dan kan hij naar middleweight. Want hij wil niet naar middleweight als Adesanya kampioen is. Nee. Omdat het zijn maatje is. Dus dat zou wel kunnen. Maar dan zou je dan moeten wachten. Maar het is een van de twee denk ik. Want op dit moment is bijna iedereen geboekt. Of hij heeft al één of twee keer tegen gestaan, een beetje. Dus het is een beetje een. Uh, hij zit in een moeilijk uh, pakket, denk ik. Ja, ja. En, en moet je heel eerlijk zeggen. Ik, boel, ik snap die route hè, dat hij in de middel weet. Dat hij daar. Want dat hij van Pereira wint. acht ik helemaal niet onwaarschijnlijk. Met zijn worstelen. Want Pereira worstelen is non-existent. Maar als hij nu naar boven zou gaan. zie jij dan voor je dat hij meteen een title shot zou krijgen? Ik niet namelijk. Dan zou hij er eerst nog eentje. misschien twee, één of twee. Tegen de top vijf moeten vechten. en. dan? Ja. Nee, ik denk. Uh, echt ja. Ik denk. Oesman. Zoals we zeggen, een glas is dat nou een, een barst in zit. Mm, bloed in het water. Ja, een glas ja. waar een barst in zit. Dat ja. weet je, dat kun je misschien maar één, twee keer drinken, maar dan. weet je, Dat, dat denk ik. Ik heb niet zoiets. Ik heb nou niet zo van. Uh, ja, zo Weet je, hij heeft je last van zijn knieën. Heeft dit, hij heeft dat. Nee, het is niet een. Uh, Zangwilly die... Nee. Inderdaad, daar ik net over na te denken. Je hebt uh, uh, um, Oesman. Volgens mij zat hij aan zijn top. Ja. En heeft hij zo lang gevochten. Ja. En, en dan lang komen al die nieuwe mensen. Die komen. Bam, 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 bam. Ja. Hij is nooit gaan groeien. En ik denk ook niet dat hij kan groeien. En nu komen de mensen die... De, 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 dus een Leon was. Kan nog een stukje naar boven gaan. Totdat hij aan zijn top zit. En dat idee had ik ook met uh, uh, Valentina. Die kwam ook. Zat hier. Hè? En iedereen kwam maar niet kwam niet kwam langsam, niet. Maar langsam, nu komen langsam, ze langsam. allemaal toch? En, vols... hmm. en zou dat het zijn met sommige van deze vechters dat ze aan het top zaten en niemand kon erbij. En dat ze nou in worden gehaald en niet met tijd, maar gewoon omdat het. Ja, de vechters worden gewoon beter. Hij en hun kunnen niet beter worden. Dat, is dat een dingetje? Ja, dat kan. Dat kan. Ja, tuurlijk. Op een gegeven moment bereik je je plafond. En uh, anderen kunnen dan naar dat niveau toe groeien. En als jij misschien een paar procentjes inboet, uh -huh. dan kan dat in zo'n... Uh, Oesman is wel mentaal echt supersterk. Uh, en wat hij ook doet, dat of hij films gaat doen of uh, iets anders als analist of coach of wat dan ook. Um, ik denk dat hij heel veel in zijn massa heeft nog. Dus um, als de lichte doven, dan hoeft het zeker niet afgelopen te zijn voor hem. Ik denk zijn de toekomst sowieso wel is. En bovendien heeft hij natuurlijk een legacy die hij achterlaat. En ik heb het idee dat hij ook wel wat centjes heeft verdiend. Dus um, we hoeven ons over hem geen zorgen te maken. Um, geen zorgen hoeven we ons ook niet te maken om uh, Justin Gaethje. Um, Tegen VCR, we zeiden het al van tevoren, dit wordt... Fight of the Night, die bonus hadden ze van tevoren eigenlijk al wel over kunnen maken. En het werd eigenlijk precies wat we ervan verwachten. Twee gasten die elkaar gewoon in het midden van de kooi ontmoeten en gewoon bommen gingen landen. Waarvan VCR in de eerste ronde, anderhalf, echt, echt fantastisch was. Met zijn snelheid Gatje continu aftroefde. En ergens halverwege die tweede ronde vond Gatje zijn ritme. En die kwam hij los. En begon hij te landen. En toen ging Vichyf, die, 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 ja, die, die doofde wat. Die feedde die een beetje. En, en keetje in en die, en die derde ronde geloof dat hij 4 die op zou landen, denk ik, mijn hemel... wat een monster ben jij toch? En ja, wat een ongelooflijk gevecht. Ik denk dat jij heel wat, ondanks dat het geen finish was. Ik was wel blij dat er geen finish was, want ik wilde zo lang mogelijk van deze partij genieten, maar dat jij hiervan genoten hebt. Ja, absoluut. En dan komen de twee dingen naar mijn, in mij in ja? naar boven. boekje over. En dat, ja. niet om mijzelf daar over te hebben, maar zo gaat het meestal als ik met die nieuwe jonge jochjes aan het sparen en dingen ben. Dan in de ja. eerste ronde denk ik, oeh, de tweede ja. ronde denk ik, oeh, dik, man, ik wacht maar, vierde, vijfde ronde. En dan wordt het, neem ik het over en dan sloop ik ze. En hier gebeurde dat ook. Rafael, die, uh, die was gewoon... Ja, volgens mij zelfs de tweede, de die trapte gewoon Justin in elkaar. En hij had het gewoon toen af moeten en kunnen maken. Maar toen gebeurde er in een keer wat. Ik weet niet, uh, misschien brak hij neus of iets. Ik weet niet wat er gebeurde, maar in een keer liep hij tegen de muur op. En toen uh, ging Justin in de van... Oké, okay, ja. nu ben ik aan de beurt. En dat, dat contrast was eigenlijk... Eigenlijk zo, je zag hem echt van hier in een keer zo echt kelderen. Ja. Bam! En ja, ik weet niet, misschien weet Marcel wat er, of er iets was die blessure. Brak hij zijn hand of zo? Of was het gewoon... Ja, en dat hij toch te veel hooi op zijn voort ge had genomen. Ja, ik had ook het idee dat het momentum shifte. Dat was het moment met die iPoke. Niet bedoeld, ik zeg helemaal niet dat Keetje dat heeft gebruikt. Uh -huh. Maar dat was wel een beetje voor mij gevoeld het moment dat de partij een beetje kantelde. Dat uh -huh. Keetje daarna wat meer in zijn ritme kwam. En daarna de wedstrijd ook overnam. En, en uiteindelijk ook terecht won. Uh -huh. Ja, en uh, ja, visie was zo goed in die eerste paar rondes Maar in één keer, ja, het kwam er niet. En ja, goed, nogmaals, wat was het? Conditioneel? Was het toch. Uh, 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 brak hier omdat Justin gewoon terug bleef vechten, geen idee. Maar Justin deed het gewoon heel goed en die, en die heel ja, stoor. Hoe zeg je dat? Stoor Seins. Ja, kwam die naar voren en die bleef beuken, opstoot, hoek, opstoot, opstoot. Ja, ja, top, geweldig. Ik vond het uh, een goede partij. En uh, ik had niet verwacht dat hij in één keer zo'n omzakanten zo had. Ik had nee, nooit verwacht. Maar... Ik ook niet. Maar dat geeft me wel weer aan wat een knokker en wat een, wat een warrior die Justin Gate is. En ik vond het mooi, want we hebben hem afgelopen week ook geïnterviewd. En je merkte de hele week dat hij heel getergd was. Mm -hmm. Want de commentaren waren vooraf allemaal een beetje... Gate is, is een gatekeeper, mm -hmm. weet je wel. En het is wisseling van de wacht. Vizier de nieuwe garde, mm -hmm. Gate die oude garde. En vizier komt zijn plekje innemen. Zo, je merkte dat hij daardoor heel erg getergd was. En het mooie, we hadden Oesman in de, in de interviewkamer vooraf. En die zei van zei van, Geertje is een speciaal soort mens. Als hij in een arena binnenloopt, zitten 20.000 mensen. En 19.999 mensen juichen voor hem. En is er zit één iemand die boer roept, ja. dan maakt hij kortsluiting. En dan wil hij naar de oorlog. Dan, wil die, ja. dan wordt hij helemaal gek. En wat ik opvallend vond, toen, hij, toen ze allebei opkwamen. Natuurlijk, hij krijgt applaus. Uh -huh. Maar het luidere applaus was van Fessier. Fessier uh -huh. was de meerdere lieveling. Mm -hmm. Op dat moment, dan ga je wat ik opvallend vond. En ik weet zeker dat dat hem getriggerd heeft. En helemaal aan het begin, dat, dat VC natuurlijk de partij nog aan het winnen was. Oh. En het publiek daarop reageerde. Yeah. Zal dat ongetwijfeld wat bij hem een belos gemaakt? Marcel, meneer uh, 6,5. Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat jij hier ook van genoten hebt van deze wedstrijd. Ja, meneer 6,5. Maar ik kijk <laughs> naar de hele kaart. Dat was een uh, van mijn twee favoriete gevechten op de kaart, denk ik. Uh, ja ik bedoel, Ficicov begon echt heel goed, weet je. Um, eerste ronde duidelijk naar hem volgens mij. Uh, gewoon en, en Gatesy bleef ook gewoon continu komen en ik vond het eigenlijk een geweldige partij. Uh, op een gegeven moment, maar Ficicov had hetzelfde als wat tegen Bobby Green had eigenlijk man, tot die derde ronde heel erg verder, ja. weet je. En uh, Bobby Green kon niet zoveel schade uh, aanrichten, maar Gatesy kon dat wel. Uh, tweede ronde vond ik. Eigenlijk vrij gelijkwaardig. Iedereen, Allebei hadden ze een goede moment, Weet je, G of, uh, Dingens' begon heel goed en Gaethje eindigde heel sterk in die tweede ronde. Uh, der, derde ronde duidelijk voor Gaethje. Er was wel een judge die dat 10-8 gaf. Ja, die, die, die was de hele avond al raar bezig trouwens, die ja. judge dus. Waren er meer rare um, beslissingen wat dat betreft? Die, ja, er waren een paar aparte. Um, nee, goed, goed gevecht. Uh, en uh, ja, ik, ik denk dat uh, ja, terecht de fight of the night ook was, uh, was, was, een, was een spektakel. Uh, wat ik zeg, een van de twee beste partijen van de avond. Dus uh, zeker terecht. Ja. ja, en ik denk dat VCF heeft eigenlijk niks aan. Uh... Niks heeft ingeboet na de afgelopen zaterdag. Dat hij uh, waar mogelijk maar mensen die nog geen fan van hem waren. Alleen maar uh, ja, bij meer mensen de harten heeft gestolen. En Gacy is natuurlijk gewoon wie hij is. De, de, de living highlight reel. En natuurlijk had hij twee van zijn laatste drie verloren. Maar ja, dat was wel tegen Khabib en tegen Charles. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk geen schande. Voor de rest heeft hij eigenlijk iedereen uh, daaronder verslagen. En uh, ik zat toch wel even terug te denken. Weet je nog die partij van Gacy tegen Oliveira? Dat Oliveira hem in de eerste ronde. Een beuk gaf dat het Geetje uh, nou ja, eigenlijk gewoon neerging. En, en ja, Visser in de tweede ronde. Het was eerste ronde. Oh, sorry. De tijd duurde maar één ronde. Maar Visser vallen ook een sorry. paar bommen. En die geetjes slikten ze gewoon weg alsof het broodjes met haagslag waren. Okay. En dan ik, moest ik alleen maar denken van hoe hard slaat die Oliveira dan wel niet. Maar goed, dat, dat geheel terzijde. Geweldige wedstrijd was dat. Uh, Shout-out Sander Schrik, zijn uh, lieveling. Gunny Nelson, Gunna Nelson. Hij was, uh, nou, dat hij de vorige keer een vrij uh, ja, tamme partij had in Londen. Dan had hij nu uh, Marcel zijn favoriet, uh, Brian Barberina ja, in no time eronder. En je zei het zelf al, Marcel. Hij heeft de takedowns. En Babrina heeft slechte takedown defense. Uh, en dat is precies hoe het ging. Hij nam hem naar de grond. En heel methodisch pakte hij daar gewoon in de eerste ronde. Die, die uh, uh, armklem. En uh, geweldige prestatie, toch, van Nelson, uh, Marcel. Ja, zeker, man. Ik. Ja, je wist het. Kijk, als hij, als hij hem naar de grond kon krijgen, dan, 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 dan kon het wel een snel beslist zijn, weet je. En uh, het duurde nog even, voordat hij hem naar de grond kreeg, was het bijna 2,5 minuut, drie minuten ging hij naar de grond. En uh, ja, Nelson, die is zo geduldig, weet je. Uh, heel veel zouden proberen om meteen dat been vrij te krijgen. Hè? Maar hij was gewoon echt gewoon eerst aan het werken om zijn positie goed te krijgen. vervolgens had hij dat been los. En volgens mij had hij toen nog... 20, 25 seconden ja, ja, om ja. nog iets, om iets te doen. En hij pakt hem gewoon met ja. die aanbouw. Dat was ook de enige mogelijkheid nog om een submission waar doen. Weer deken choke, daar was te weinig tijd voor. Maar hij pakt die aanbouw ook nog. Dus ja, hij heeft die echt heel netjes gedaan. En uh, ja, ik vind het heel vervelend voor, voor uh, Barbarina. Maar uh, ja, wat kun je dan wel zeggen? Maar een go goede submission van Nelson. En uh, ja, ben benieuwd uh, wat, uh, wat, wat nu van Nelson in verschiet ligt. Want. Uh, ja, hij heeft tot ergens nu sinds zijn comeback heeft hij er twee gewonnen. Ja. En uh, ja, toch Barbara in de eerste ronde uitgechoken. Weet allemaal dat Barbara als een takedown de niet take geweldig is, maar het is wel gewoon een hele taaie klant. Dus, ja. ja. Ja, ik, ik viel mij op dat Stefan Struve, uh, shout-out Stefan, die deed al interviews voor ons achteraf uh, backstage uh, in Londen. En die interviewde Gunnar Nelson en tegen Stefan zei hij van, nou, Wa, was een beetje terughoudend over zijn toekomst. Want inderdaad van, weet je wel, nu vorig jaar gevochten, nu weer gevochten. Dus ja, wil je wat actiever worden, weet je, één keer per jaar. En daar was normaal kijk wel even. Dus weet je, wat hij vorig jaar was ja, ik wil actiever, wil drie keer per jaar vechten, zo is niet gelukt. En nu was hij zo'n... Amerikaanse commentaar had het volgens mij over dat hij druk bezig was met uh, coachen. Ja. Volgens mij als hij meer coacht met zijn studenten en dat, dat, dat daar hadden ze het de hele tijd over. Ja. En dat, dat, was, dat is eigenlijk meer zijn main focus. Dat vindt hij volgens mij leuker dus dan hij zelf is, vechten. Ik ja. dacht dan met één been ja. buiten de deur, die indruk maakte in ieder geval. Wat hij ook gaat doen, dus is natuurlijk gewoon uh, ja, en, een geweldig vechter en persoonlijkheid. En hij is natuurlijk al jarenlang bij John Kavanaugh bij SBG betrokken. Dus daar zat hij ongetwijfeld wel. Uh... En uh, hij liet uh, heel mooi zien, wat uh, wij als trainers vaak uitleggen: van luister, uh, als je op de grond bovenop zit, zorg dat je bovenop blijft. Mm -hmm. En ga pas de laatste halve minuut of 20 seconden, ga dan voor een submission of iets. En ja. als het dan misgaat en je komt onderop, dan is het tijd maar over kun je niet meer verliezen en dat deed hij dus heel mooi. Ja, maar ze net het ook zei, heel, wacht heel rustig, ja, heel rustig, overhaasten het, het niet, ook niet met 20 ja. seconden. Nee. Van, ik kom wel, ik weet wat ja. ik doe en ja. Heel methodisch, heel mooi, geweldig. Uh, Jennifer Maya weer terug in de octagon met een uh, goede prestatie tegen de, ja, de opkomende Casey O'Neil. Uh, met goed boxwerk, goede overwinning voor haar. Uh, en Vettori tegen Dolice. Ik wil uh, wel weten van jullie, wat jullie dachten wij in Londen, waren allemaal verbaasd toen de jury-uitslag kwam. Want ik had heel erg het gevoel dat Dolice daar gewonnen had. Ja, ik heb dat stukje hadden. Oh, wel Ja, jawel, jawel. Ik, heb gezien, oh. ik heb het gezien en, ik, en toevallig uh, 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 luisterde ik toen naar uh, uh, Neil en uh, Marloes ja. En Die waren allebei overtuigd. Of nee, shit, het was uh, Stefan en Niel. Uh, uh, die overtuigd dat uh, de Lietza had gewonnen. Ja. Dat kon niet anders. En toen, <laughs> en alleen maar om het feit dat ze dat zeiden, dacht ik: nee, hoor. Het wel Jean, anders, nou, zal het wel anders gaan. Precies andersom zijn. Um, ja. Uh, ik heb het uh, helaas niet goed kunnen kijken, maar hoe ik het zag, leek het mij ook dat uh, Dolitsa had gewonnen. Ja. Maar goed, we hebben een andere expert die. Uh, die ja, laten we kijken. Ik bij. kijk even naar de jury van de jury. Uitdag Marcel, yes. wat, wat, wat vond jij van deze uitslag? Ja, ik vond uh, de boot, zeg maar, zowel de Nederlandse als de, als de, uh, de Engelse of Amerikaanse erg overtuigd van Doelitsch en ik vond het helemaal niet zo overtuigend als ik heel eerlijk ben. De ja. eerste ronde was duidelijk voor Doelitsch. Ja. Duidelijk. De eerste ronde schade en alles. Tweede en derde ronde kon je ook aan Vettori geven hoor. Hm. Ik vond dat hij veel meer landde. Doelitsch ja. kwam naar voren. Doelitsch was uh, wild aan het slaan. Maar als je kijkt even naar de, de low kicks wat Vettori heeft geplaatst. Naar dat aantal stoten wat hij in de tweede en derde ronde heeft geplaatst. Ik, ik vond het, ik, ik vond... Uh, ik had ook gevraagd aan meerdere mensen, wat vinden jullie? De meesten hadden 1-1 bij het ingaan van de derde ronde. Dus wat, die ik gevraagd heb, hè, de, waar we ja. ook de 2-0 hadden. Ja, um, dat had ik zelf namelijk. Yeah. en de derde ronde. Ja, ik vond het niet zo overtuigend van Doelitse, man. Dus uh, ik, ik vond dat het... Uh, kijk, als Doelitse 29-28 had gegeven de eerste en derde ronde, geen problemen mee gehad. Maar 29-28 voor is ook geen probleem. 30-27, van diezelfde judge weer die... Uh, 10-8 ronde aan Gaethje gaf in de derde ronde, daar heb ik wel problemen mee, want de eerste ronde was overduidelijk voor Doelitse. Dus, mijn tweede en derde ronde kun je aan beide geven, maar ik denk dat het echt... Uh, ik vond het... Uh, maar dat vind ik ook een ding, hè. Weet je, uh, daar moet ik wel een opmerking over maken. Um, als ik ben aan het kijken naar een, naar een gevecht... ...moet de commentators, en dat geldt voor iedereen, niet alleen de Amerikaanse, ook de Nederlandse, moeten... ...wel neutraal zijn in hun berichtgeving. En niet mm. zeggen van, dat is 100% 2-0. Het is 100% 3-0. het een beetje in het midden. Weet je, want het was niet super overtuigend af en toe. Weet je, en dan moet je het een beetje in het midden houden. Althans, zo denk ik. Um, ik had geen probleem mee gehad als ze de hadden gegeven, maar ik vind het zeker geen probleem, man. Oké. Okay. Nou, en, en net altijd als je, als je denkt dat Marcel, dit is jouw moment om helemaal los te gaan op de juryleden. En dan komt hij wel heel nee. onverwacht uit de hoek. Daarom houden we ook van je, Marcel. Altijd expect the unexpected. Zo zie je maar weer, uh, niks is uh, zeker in het wat, leven. Wat. Uh... Wat, wat een idee zou kunnen zijn hè? stel we kennen iemand die werkt voor uh, de UFC en uh, Discovery, dan zou het wel een idee kunnen zijn wat, wat we vaak zien en dat ze op Twitter toch op uh, wat je Marcel ook vaak doet en uh, ja, dus tien, uh, die ronde is voor die die ronde is voor die, ja. misschien zouden ze uh, uh, misschien een paar Nederlandse Hè, zoals Marcel, die het heel goed ja. uh, het jury spelletje snapt. Dan, een, een panel die dan uh, elke keer na een partij of na een ronde. een. Hun, hun, uh, hun, uh een punt te geven. Ja, nou, bij boksen doen ze dat wel, hè? Bij bij de zie je dat wel eens dat inderdaad dan bij het boksen dan, dan hebben ze onderin een balletje yes, yeah. en dan met na drie rondes na zes ronden... zo dan de scorekaart volgens la la la, weet je wel. Dus yeah, uh, en de Bellator yeah. doet het volgens mij ook wel eens met uh, met John McCarthy, met Big John. Uh, ja, is wel een ideetje. Dus het uh, is natuurlijk altijd maar, het is altijd een interpretatie in dat zo'n jury natuurlijk ook altijd een interpretatie is van, uh, uh, van wat er gebeurde. Uh, maar goed, uh, Vitor krijgt de win en dat voor mooi mij zien die. Vorige keer in Parijs natuurlijk vrij kansloos. En is toen vanuit Parijs op het vliegtuig naar Thailand gestapt. En dacht van, oh, ik moet aan mijn trappen werken. En die is toen bij moet Thai geland. En heeft uh, uh, alleen maar op de trappen een maand lang, geloof ik. En uh, nou, dat zag je wel terug. Want hij landde een paar hele goede low kicks in deze wedstrijd. Dus dat heeft zich in ieder geval uitbetaald. En vindt Vittoria altijd wel een vermakelijk... Persoon. Uh, vindt Niel niet trouwens? we hij had, hem vrijdag in de interview uh, na de weging, toen hij dan met een hele flesje zonnebril uh, heel oh, boos. naar nieuws om te kijken oh, en ja, ja. het <laughs> was een beetje een uh, awkward moment. <laughs> Moest wel om lachen, ja, ja. Oh, dat is arme Neil. Ah ja, dat is goed. Allemaal terug te zien op eurosport.nl trouwens, nog die interviews. Uh, ja, dan uh, ook een van de publiekslievelingen lievelingen van zijn partij die wij lieten zien in de uh, in broadcast. Dat was die van uh, Mohammed Mokayev. Uh, natuurlijk de, ja, de Dagestaanse vluchteling, moet ik zeggen, die natuurlijk van jongs van Aan in Engeland zit en uh, voor Engeland uitkomt, maar wel sterk, die Dagestaanse roots heeft. Goed geworstelen. Dus wil ik maar zeggen, uh, tegen de nieuwkomer Filio. En daar had hij het nog knap lastig mee. Want die Filio was een hele taaie klant. Goede BMC. Jij, uh, atleet had hem een paar keer bijna in de in die in die team, maar uh, ja, elkaar wist eruit te komen en zat op een gegeven moment in de nie <tosses> Het was weer gezellig in de <tosses> Oh my god. En ik dacht daarvan, nou, dat gaat zoals alles afscheuren wat er af te scheuren valt, maar hij wist eruit te komen, bleef kalm. Hij tikte niet en uh, pakt uiteindelijk de, de, de finish vlak voor het einde nog toen niemand het nog verwachtte. Ja, wat taai gozer zeg. Ja, nou ja, goed, we hadden het net voor de uitzending. Uh, voordat voor het verbonden erover. Um, elk, ik, ik, ik zeggen, elk andere uh, UFC, waar hij niet in, in, in Engeland voor 20.000 uh, matties aan het vechten was, had hij was, denk ik afgeklopt. Ja. Maar hier dacht hij van, oh, nee, ja. man, mijn buurman zit daar over buurman, ik kan dat soms niet over straat, breek hem dan maar. Dus, uh, ja, uh, ik denk dat dat een beetje heeft geholpen, ja. Ja ja dat, dat denk ik ook aan de andere kant wat we net dat ook zeiden um, hoop ik maar dat hij inderdaad niet wat gescheurd heeft dat hij want dan als je de zes tot negen maanden uit bent met gescheurde kniebanden om maar wat te noemen dan is het een hele dure overwinning geweest en dan had hij misschien beter kunnen tikken ik zag net een foto voorbij komen op zijn Instagram waar die laat zien hoe dik zijn knie nu is mm -hmm. het bovenbeen en, en dan zie je die twee benen aan elkaar en dat lijkt wel het been van Nagano naast het been van Mighty Mouse. Maar het zijn echt allebei de benen van Mokaev. Dus um, dat ziet er in ieder geval niet fijn uit. Hij zat na afloop ook bij Stefan op een stoeltje zijn interview te doen. Want daar kon niet niet bestaan. Dus ik hoop uh, dat het meevalt met hem. In ieder geval 4-0 in de UFC nu. En uh, ongeslagen in zowel zijn pro- als zijn amateurcarrière. En hij verwacht zelfs dat hij binnen een jaar kampioen is. En dat hij daarmee John Jones gaat aftroeven als de uh, jongste kampioen ooit. Ik weet niet of hij dat gaat halen. Maar dat hij toekomstige kampioen is. Dat. Denk ik toch wel, Marcel. Hij heeft toch wel alles in zijn mars. Ja, dat wel. Hij zei ook na afloop van I rather break my leg than I have a loss on my record, zei hij. Dus um, ja, weet je. Um, uh, ik, en het is, het is maar goed dat hij gefinished heeft, joh. Want ik zag de scorecards na afloop en uh, twee judges hadden het 1-1 in het gaan naar de derde ronde. Ja. Dus um, dat, dat was nog penibel misschien geworden. Uh, en er zat een heel raar moment, joh, in de eerste ronde. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Waar die op een gegeven moment, zeg maar, uh, naar, uh, hoe heet het? Met Filio gaat hij omlaag, volgens mij. En dan zit hij gewoon in zijn guard. En dan tekkt hij af, man, met zijn linkerhand drie keer op de rug van Filio, ja, wat daar kuttersen. aan de hand is. Geen idee. Overduidelijke tap. Ja. Ja, heel ja. Raar. ja ik, ik heb dat moment, zag dat tijdens de partij al gebeuren. Ja. Maar hij zit op dat moment niet in een penibele situatie. Nee. Hij heeft in die wedstrijd een paar keer wel echt in een penibele situatie mm -hmm. gezeten, maar daar was er niks aan de hand. En uh, het deed mij meer een beetje denken aan uh, vorige week, uh, Mirab tegen Petter Jan, dat hij in, in de clinch zaten. dat hij zo drie keer tegen zijn kont tikte. Dat, dat gevoel had ik meer een ah, beetje erbij. Ah, ja. Het was ja. het is de... wel gevaarlijk, hè, wat hij ja. dat deed. Ja. Want uh, hij, hij had ook de laatste die een schouder opbestuurde. Dus ik zat te denken van. Was hij misschien verkeerd neergekomen op dat ja. moment? Dat hij de dag van, dat een ingeving was van, oh man, weet je. En toen had hij zoiets van, nee, ik ga toch verder. Niemand heeft het gezien. Of het was niet. Kijk, niemand had zoiets van, oh, het is klaar. Weet je, er ja. gebeurde eigenlijk niks. Dus uh, ja. ja, een heel raar moment, man. Maar uh, ja, wel geweldig, natuurlijk, dat hij hem nog finish op één been, man. Dat is, uh, geweldig. Uh, Normaal. ja, geweldig, en dan gaan we nog zeker veel van hem horen. Uh, en voor de rest in die prelims was er veel Brits succes. Uh, bijna alle Britten wonnen, alleen zijn Patterson die uh, werd kaal geslagen door uh, de Israëliër Asmos. En daar had ik het idee dat de scheidsrechter misschien wel 15 stoten eerder had kunnen ingrijpen. Dat was wel dat je dacht van nou volgens mij en dat was Mark Goddard, die normaal gesproken. Voor mij de golden standaard uh, voor, uh, voor scheidsrechters. Uh, en die ken ik als iemand die heel zelfkritisch is. Dus die, die zal die wedstrijd uh, ongetwijfeld terugkijken. En dan zelf ook uh, tot het besef komen dat hij daar wel een foutje heeft gemaakt. Maar uh, voor de rest, uh, ja, alle Engelsen, Victorious zou ze zo zeggen. Jake Hadley met een geweldige uh, bodyshot KO. Uh, Jack Shore met die rear naked choke En die daarna. Uh, zijn vader helemaal emotioneel oh, momenten ja, oh, dat, dat, vader, die, die, mogen, die dan, dat, dat, dat is hem ja ik moest meteen aan je denken ja, ja Jack Shore natuurlijk die zijn vader eventjes uh, voor het voetlicht bracht die net uh, uh, kanker heeft overwonnen en uh, Jack Shaw is iemand die nu op FedEway debuteerde, die daar ook nog wel hoge ogen kan gaan gooien, denk ik. Geweldig vechter. En uh, ja, Mini Struve, dat was een van mijn favoriete momenten. Uh, Dusko Todorovic, die wij altijd een uh, comité in onze appgroep die noemen wij altijd Mini Struve. En die heb ik dus daar door Steven laat interview alleen maar gewoon om grote struven en mini van aan elkaar te zien. En staat Steven dan? Uh, ja, voor mensen die dat niet weten, Steven staat gewoon staat benen wijd staan ja. interviews te doen. Ja, in de Jan Joos van Gangelen stand noem ik maar, dat altijd. Ja. Waarom? Het is toch juist zo grappig om die de grote Steven met die kleine mensen te zien. Ja, dat is misschien wel leuk, maar voor de cameraman is het vrij onmogelijk om dan twee <laughs> mensen behoorlijk in beeld te krijgen. Dat is Wat, niet echt te doen. Kunnen jullie dan niet, vond ik, een een soort van opstapje zetten dat ze daarop gaan staan? Dan is het juist helemaal leuk. Jawel. Maar kijk, er zijn twee opties in de situatie, hè? <laughs> Of Stefan doet het Jan Joos van of je zet die vechters op een krukje. Yeah. Maar als ze net drie of vijf ronden gevochten hebben en hun benen zijn helemaal in elkaar getrapt en dat er iemand zo, zo iemand zeggen van klim jij even op dat ja, dat ja. Ja, 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 ja. is misschien niet altijd aardig zo. Ja. Maar in ieder geval, ja, dit interview heeft hem niet geholpen te door een fietsje, want hij uh, moest helaas gebaseerd uh, moest hij. Uh, uh, ja, uh, de wedstrijd staken. Tegen uh, Chris Leroy Duncan, die uh, wel echt een grote prospect is, denk ik, in deze divisie. Uh, Leroy Murphy met een goede, mooie overwinning tegen Santos natuurlijk. Dat was ook die op het laatste moment inviel, maar die daar zeker uh, zich uh, niet onbetuigd liet. Was ook geweldig. Uh, en uh, zo was er uh, nog wat. En ik was er één momentje nog die ik even voor het voetlicht wilde brengen. Dat was het moment aan het begin van de avond tijdens de maincard... Wij waren allemaal aan het denken, want zon, ik, je ziet aan de draaiboeken van UFC, en dat stond in een Hall of Fame moment. En we waren allemaal aan het filosoferen, wie zal het zijn? En onze beste gok was, van het is Joanna, want Joanna is aanwezig in Londen. En die wordt in de Hall of Fame opgenomen, of misschien haar partij tegen Whaley. Uh, toen zagen we de dag voor het gevecht bij de Weging, zagen we daar, uh, uh, hoe heet die ook alweer... Uh, de machine Ian Freeman, Ian Freeman, I Ian Freeman ja ja toen dacht ik, nou misschien is het wel Ian Freeman als pionier uh, en maar gelukkig want dat zeiden we ook nog van ja het zou wel raar zijn als een Joanne er al in komt net zoals een Aldo terwijl oh, uh, uh, hoe heet die de Spider ja. en nog niet in zit ja. anders een Silva en gelukkig gerechtigheid gebeurde anders een Silva werd een beetje laat ingevlogen maar nee niet ingevlogen ah. maar wel, uh, uh, ja, die verdient, man verdient het natuurlijk om in de Hall of Fame te zitten. Toch daar zijn we toch allemaal over eens? Ja, ik ja, weet je, het, ik, 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 ik zit eigenlijk te denken: kunnen ze niet in een Hall of Fame komen terwijl ze aan het vechten zijn al? Hij is, dan weet je, dan. dan nou ja, John is, Jones zo, zit in de Hall of Fame natuurlijk vanwege zijn partij met Gustafsson. Dat kan ja. wel, de partij. Maar personen zelf, over het algemeen, wachten ze tot die carrière voorbij is. Ja. Maar Aldo, die had uh, nog niet de komen uh, verlaten en die zat al in de Hall of Fame. Mm. En, en, en Anderson Silva is daar natuurlijk ja. al iets langer weg en die kwam er nu pas in. Maar goed, anyway, uh, gelukkig dat ze dat hebben uh, rechtgezet. Oh, tennis. Ja. Uh, hoe was de sfeer toen het licht uitviel? Uh, dat was voor die partij tegen elkaar, toch? Ja. Uh, ja, ja. ja. Nou, het was een beetje gek. Wij schrokken in de regie een beetje van wat gebeurde, maar in de zaal... Er kwam juist zo'n iets van het is, weet je, dat Of het hoorden, horen. Een soort van blackout ja. of zo. Even een uh, ja, ja, excitement ja. momentje. Maar ja, gelukkig duurde het een paar seconden. Het werd uh, snel hersteld en konden we gewoon door met de avond. Uh, Fight the night. wisten we al van tevoren. Een tegen VCF en Percival Formers of the night bonussen waren er voor uh, Gunny Nelson. En uh, Jake Hadley met die mooie bodyshot KO. En al met al een uh, geweldige avond. Ik heb de hele week genoten. En trouwens ook een uh, shout-out naar onze collega's van uh, Octagon Nieuws. Uh, die daar ook aanwezig waren. Uh, heb ik afgelopen van de, van de Cage Warriors waar we vrijdag waren, heb ik die even gesproken. En die gingen voor hun eerste live MMA Die waren er nooit uh, aanwezig geweest. Uh, uh, dus, die, uh, dus ik ben heel benieuwd hoe zij het vonden. Is het uh, die gasten van de Insta met het oranje? Ja, ah, oké. Okay, ja. Ja, ja, dus uh, nou, uh, ik hoop dat je het leuk hebben gehad, jongens. Het uh, was leuk om jullie te ontmoeten. Top. Uh, oh ja, en nog een speciale shout-out natuurlijk naar die Immortal. Regian Eersel, die op vrijdag al zijn Thai titel Hij was al gewoon de kickbokskampioen. Maar een paar tijd geleden won hij ook de Thai titel door te winnen van het Thaiser Beest Sinsamout. Toen was het een decision. Nu heeft hij er geen twijfel over laten bestaan. Over bodyshot-KO's gesproken trouwens. Geweldige levensstoot. Fantastisch. Shout out naar jou, Regian. Heb je er wel eens gehad, een levenstoot? Ik heb hem wel eens gehad, ja. Het is een van de minder passante dingen in het leven. Ja, ik krijg liever echt gewoon een volle stoot op mijn smoel dan dat ik een leefstoot uh, krijg. Ja. Ja, ja, het is wel even mijn favoriet om uit te delen, maar niet ja, om te krijgen. Ja, nee, Dus uh, dat, dat uh, was allemaal afgelopen weekend. We zijn nu weer in het Heer en Nu. Um, dan gaan we in de glazen bol kijken, Marcel. Zoals je dat op, elke week op Eurosport ook uh, neerpent. Wat is er in de toekomst te doen voor sommige van de winnaars? In ieder geval die van het main event. Uh, en misschien ook sommige van de verliezers. En beginnen natuurlijk met de kampioen. En dat werk werd al een beetje van ons gedaan afgelopen weekend. Want wij stonden backstage. Leon Edwards te interviewen. En terwijl dat interview bezig was, kwam het bericht binnen dat Dana White ondertussen op de persconferentie zat te vertellen: Nee hoor, het is Copy Covington bij deze bevestigd. Uh, hij is degene die het verdient. Toen dachten wij met z'n allen: Nou, ja, ja nee, ja. Of wij er nou mee eens zijn of niet. Nee, dit wordt een show. En ik heb ik de Marcel nog, want Kobe kom, stond daar uh, een beetje stoer te doen. En ik. E e e e laat e e e e paas pakken. Laten we ja. hem maar even rustig doen daar. Want dan grijp ik die hooligans op straks. <laughs> <laughs> nee. Um, ja. Ik had liever uh, 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 Kamsta Chimaev uh, gezien. Ja. Maar ja, dit wordt ook wel leuk. Maar dit wordt natuurlijk. eigenlijk... Dit, eigenlijk volgens mij wordt het hele gebeuren eromheen leuker ja. dan, het, uh, dan het wedstrijd zelf. Maar. Eh, Kobe is natuurlijk heel erg extra vakant en om max woorden te gebruiken is uh, uh, Leon Edward, is gewoon saai. Ja. <laughs> hij zei zoals hij vecht, hij zei zoals hij praat, hij zei zo. Dus dan, ja, dus dan kan het, dus ja. geweldig. Ja, die, die opbouw kan natuurlijk wel mooi zijn. Maar kijk hier, kijk Kobe, die heeft anderhalf jaar of wat is de laatste keer dat hij gevochten heeft aan de kant gezeten uh, toen hij weet je wel. Nou, ik weet het niet. Die man heeft niks gedaan. Ze hebben te wachten, te wachten, te wachten. Weet je, verdien je dan een title shot? Absolutely deserved, zei uh, Danny White ook nog. En kijk, hier is het ding, hè. Over twee weken, 8 april, is uh, UFC 287 in Miami. Daar vechten Gilbert Duns en Jorge Masvidal tegen elkaar. Ja, en in het onwaarschijnlijke geval, hè. Want ik denk dat Burns dat wel wint. Maar in het onwaarschijnlijke geval... dat Masvidal daar uh, absoluut gehak maakt van Gilbert Duns. Hoe geef je hem dan niet die shot tegen, of tegen Leon Edwards? Want Leon Edwards en Masvidal hebben die Free piece en een soda geschiedenis. Dat is een gevecht met een verhaal. Want je kan bouwen, die opbouw zou geweldig zijn. En wat ik het, een beetje het wrange hieraan vind. Leon Edwards is de kampioen, die zou daar ergens toch wel een zegje in moeten hebben wie die nu wil. Uh, nee. Maar dat is dus niet zo. Want uh, hij hoort gewoon achter zijn rug om. Dana White heeft bevestigd: jij gaat nu tegen Colby Cofferton. Maar zo. Mag ik inbreken? Ja, ja ik zit ik, de hele tijd ik, te ik ben, ik inbreken. Ik, ik, ben niet, ik ben ook niet eens zo dat Colby het krijgt. Maar Leon hoort niks te zeggen te hebben tegen wie die vecht in de volgende partij. ben ik Bij, niet mee eens. In, de, ja. de, hij, is, hij mag kampioen zijn wat hij wil. Hij moet gewoon tegen de volgende challenger vechten. En ik denk: als, als je eerlijk kijkt, zou het misschien beloond moeten zijn. Ja, alleen. De enige die daarop zitten te wachten zijn belalse familie en zijn vijf fans. Zit daar op die partij. niemand, niemand zit daarop te wachten. Ik wel, die partij hoor. verkoopt voor geen meter. Ja, jij, jij bent een van zijn vijf fans. Maar, ik klopt, ja. Ja, ik ja, ben een sessie. Ja, weet je wat het is, man? Uh, ik ik, ik vind ook niet dat Kool het niet verdient, hoor. Heel eerlijk, totaal niet. Het ding is alleen, hij is heel slim geweest. De UFC heeft hem gevraagd: Wil je backup fighter zijn voor deze partij? Heeft hij meteen geaccepteerd. Hij heeft gewicht gemaakt, hij is gekomen. Niemand wist er vanaf. Hij uh, is gekomen, heeft het gedaan. Dus het deed naar zijn ogen: Is hij degene wat het verdient? In mijn ogen niet, qua prestatie. Weet je? Maar ik dacht dat Belal het had verdiend. Ja. Dus Misschien Kamzat, alleen Kamzat heeft. Tegen Holland zijn gewicht toen niet gehaald. Ja. En dat is het probleem. Dus die, krijgen, die gaat ook waarschijnlijk naar middleweight toe. Ja, dus ja, Blauw had het verdiend. Of Burns als die wint van Masvidal. Ik. ik vind ook niet dat Masvidal het verdient. Ook niet als hij van Burns wint. Nee, maar kijk. Ik, ik ben het in die zin met jullie. On, on, en natuurlijk moet je tegen de volgende Challenge vinden... Maar ik vind wel dat de kampioen daar een zegje in moet hebben. Er zijn natuurlijk altijd meerdere opties. En ik vind dat als kampioen het recht heb verdiend. om in ieder geval jouw uh, duit in het zakje doen of wat er moet gebeuren, met wel als voorwaarde het moet wel logisch zijn natuurlijk maar in het geval van Masvidal, ik vind het ook niet want die heeft er uh, gewoon drie van zijn laatste vier verloren dat het niet per se logisch is maar als hij daar absoluut een fantastische prestatie neerzet tegen Leon Edwards kijk, Masvidal zit een beetje in de Nate natuurlijk uh, contouren, weet je, qua, qua bekendheid en stardom dat verhaal is daar ze hebben een verhaal. Ze hebben die freepies en zo. Dan die. En Leon Edwards wil dat ook heel graag. Hij wil graag dat verhaal rechtzetten. Want hij voelt... Ja, ons... dat, ja? dat. snap ik dat hij dat ja, wil. Ja. Want dat is voor hem een makkelijke partij, om heel eerlijk te zijn. Ja. Maar Masvidal, van Masvidal wint hij. Dus, dat weet je ook. Daar ja, ja. wil hij dat ook. Ja. Maar ja. Man, waarom zou ik dat willen zien, man? Lian tegen Masvidal. Ik, 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 nou, ik, was... ik ben daar totaal niet in geïnteresseerd. Ik, Echt ik... niet. Ik, ik wil de beste tegen de beste zien. En dan denk ik dat Belal wie rematch verdient tegen Lian. Nou, maar die keer, gaat die niet maar wie, wie, wie wil je tegen wie zien? Lee, ik had eigenlijk, kijk, als ik. Nee, wat zei je dan? Nou Belal tegen Lian. Nee. De, de Basten tegen de Basten. Uh, <tie> uh, nee, maar, nee, maar ik hoop. <tie> Belal <tie> tegen Lian verdient, verdient het wel hoor. Belal ja. verdient het, maar ja, ik, ik ben niet geïnteresseerd verder in die partij, maar hij verdient het wel. Kijk, wat ik denk dat Juicy eigenlijk moet doen is gewoon. Kijk, je bent kampioen. Je moet gewoon tegen de meest volgende logische. Gaan en die moet gewoon niet piepen, mm -hmm. want je bent kampioen, moet van iedereen kunnen winnen. Maar UFC is natuurlijk entertainment en slim en ja. die wilt geld verdienen en die, die kiezen gewoon wat hun denken dat het beste is, waar we het meest geld mee gaan verdienen. Dat is nou eenmaal Helaas zo. Ja. Dat gebeurt. en daar hebben we eigenlijk ja. Maar goed, ja. Dat is. Een... Hey, maar goed. Ik, Ik... ga weer even inbreken. Wa waarom denken jullie dat Dana Belal tegen Shafkat gaat zetten? Omdat Je hoopt dat Shafkat gehakt van de maakt. Uiteraard, daarom, dat bedoel ik, omdat Belal voor geen meter verkoopt. En nee. omdat hij heel, heel helemaal niet populair is door zijn manier van vechten over het algemeen. al, heeft hij geweldige finish gehad tegen Brady. Ik wou het zeggen, heeft. het Laten was toch wel een passatie. was ja, een break, breakthrough dat, fight. Ja, maar ja, weet je wat het is? Dat is één van de tien gevechten waar hij dan leuk vecht. Weet je ja. wat ik bedoel? Dus ja, kijk, en ik ben een puur, ik ben wel een purist. Ja, maar heb dus jij Oesmaans de eerste tien, tien gevechten die je of ze gezien? Dat klopt, dat klopt. Daar en en daar pas daarna eens, begon maar... die meeste koud te slaan, Maar daarvoor was het alleen maar WrestleFuck uh, drie of vijf rondes lang. Maar Oesman is wel super dominant geweest en Belal heeft ook uh, flaws ertussen gehad mm. tegen Jeff Neal en Vicente Loeken in zijn begin. Die hij wel heeft geëvalueerd uh, van Vicente Loeken. Maar ja. daar vind ik wel nog een verschil tussen zitten. Maar ik ben het met je eens, Belal zou het moeten krijgen qua prestatie 100%. Dankjewel Marcel dat we dat even hebben uitgesproken. Gelukkig. Uh, ja, Oesman hebben we het net al een beetje over gehad. Hè. Daar, ja, is, we zitten een beetje in een lastige situatie. We zullen afwachten wat hij gaat doen. Ik ben wel benieuwd wat jullie denken. Wat er uh, op het programma zou moeten staan nu voor de highlight. En Fight of the Night winnaar. Justin Gaethje. die natuurlijk zichzelf weer. Ja, van Gaetje, Keeper, Gatekeeper, sorry, Pardon de Pan. Uh, zich natuurlijk weer ja, in een positie heeft gemanifesteerd dat hij misschien wel weer naar boven mag gaan kijken. Um, de vraag is alleen dan, wie zou dat nou moeten zijn die bovenop zou Ja, ik denk Weet dus de Poirier. Ja, Poirier zou uh, uh, rematch zijn natuurlijk. Ja. Um, dat zou kunnen. Uh, we ja, weten natuurlijk dat Charles anders. Oliveira vecht al tegen... Uh, dat, is dat nou al eens een keer bevestigd trouwens? Ja man, is officieel. Is officieel, ja. Ik ben niet fan van dat evenement. Zou je tegen tegen? Darius. darius. Darius, ja. Dan ja. heb je darius Dus dat, dat is out of the equation. Dit is niet haalbaar. Uh, Poirier zou goed. Maar aan de andere kant, ja, je zou misschien ook wel eens een keer willen dat hij een nieuw match hebt. Want de kritiek juist op die top 5 is is dat die gasten maar tegen elkaar blijven vechten. En dat er, uh, maar goed, anyway, het maakt mij niet zoveel uit. Elk gevecht waar DK bij betrokken is. Of dat Chandler, Poirier of in dit geval VCF is. Het is altijd popcorn televisie en ik wil hem gewoon, uh, ik wil hem gewoon wel weer zien. tegen wie staat islam dan? Islam uh, staat nu nog tegen niemand. Islam die wil trouwens ook wel tegen Leon Edwards vechten, zei hij, dat hij dan omhoog zou gaan. naar Welterweight. weet. Um, maar ik denk dat het wel goed is dat Islam nu die lightweight divisie weer even in beweging trekt. En niet weer, want de vorige wat tegen Volkanovski die er omhoog kwam. Als hij dan weer zelf omhoog gaat, dan blijft die divisie een beetje ja. daar zweven. Ik denk dat het goed Ik is. Ik denk dat hij wel misschien uh, zit te hopen op een double champ uh, ding. Maar dat, dat is, uh, 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 die, die andere nou? Uh. Champ, champ, hij is zo'n grote... Kabib. Zo grote... Khabib nooit nee, geweest. Nee. Toch? En nee. dan hij, hij lurt nog steeds een beetje in de schouder van Kabib. Ik denk dat hij daar stiekem uh, eruit wil stappen. En als ja. dat gebeurt, dan gaan we in één keer zien dat hij toch niet zo Khabib gezind is. Let maar op. Ja. Uh, als ik zo'n beetje naar die ranking kijk, is het enige als je omhoog wil vechten wat dan dus... Ja, een beetje logisch is. Is inderdaad Poirier, toch maar zo. Nee, dat is ook een goed moment om het te maken, denk ik. Ik denk dat uh, tegen Poirier, jaren geleden dat hij daarvan verloren toen. Hè, was uh, toen had hij volgens mij twee keer achter elkaar verloren van Alvarez en van Poirier toen. Ja. En ik denk dat het een goed moment is om hem nu weer uh, om die partij opnieuw te maken. En het ding is, kijk. Uh, kijk, Keetje heeft gewonnen. Dus hij heeft gewoon, wat mij betreft, het recht om gewoon weer in die top 3 tegen iemand te vechten. Ja. En uh, daar heb ik verder totaal geen problemen mee, hoor. Ik, uh, ik denk ook niet dat, uh, kijk, ik zie zo'n zo Armand aan die staat dan, uh, die gaat waarschijnlijk tegen Morikano vechten. Mijn event is er niet officieel, maar het gaat waarschijnlijk gebeuren op 29 april, dacht ik. 29 mei, ik weet niet meer. Maar uh, ja. De, de rest niet, denk ik. En uh, ik denk dat uh, Poirier is uh, open. En Poirier is ook iemand die uh, eigenlijk uh, per se tegen iemand in top drie continu wil vechten. En... Uh... Ik denk dat het een goede tijd is en ik denk dat Gage het verdient om, heeft uh, om weer uh, tegen iemand van dat kaliber te vechten. En de winnaar van die partij kan weer doorgaan naar eventueel titelgevecht. Dus uh, ja, geen probleem. Waarvan acte En dan heb ik nog één iemand op het lijstje staan en de rest uh, wil ik uh, voor kennisgeving aannemen. Natuurlijk, jullie suggesties zijn altijd uh, welkom. Als jullie matchmaking suggesties hebben. Maar ik uh, zou voor VCF nog even in de glazenbol willen kijken. En een gevecht waar ik uh, een suggestie die ik uh, online veel voorbij zag komen, waar ik wel wat voor voel is VCF tegen Jalen en Turner, dat lijkt me wel een geweldige wedstrijd. En Turner die natuurlijk net verloren heeft van uh, uh, onze vriend Camerot. Uh, dat zou wel een hele vermakelijke wedstrijd zijn. Ik ben benieuwd of jullie daar wat in zien. Of dat jullie misschien een andere suggestie hebben. Ik zie liefde tegen Michael Channel. Michael Channel? Ja, ook mooi, Dat eigenlijk. is ook weer het uh, uh, Geji van. Maar Channer gaat tegen McGregor Nu. Next. Oh, echt wel? Ja. Ah, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Dan uh, heb ik. Uh, dat was mijn. Uh... Mijn idee. Dat was jouw two nee, Marcel. Wat heb jij uh, nog in gedachten voor de <laughs> ja, Ik vind, vind Jalen Turner goed. Hè. Geen probleem. ze is, is ook een uh, echt meer staande vechter, Jalen Turner. Dus uh, dat zou ook weer een hele leuke partij kunnen worden. Dus ja, lijkt mij in orde. Mooi, dan uh, zijn we daar in ieder geval over eens. Uh, de volgende op het lijstje, dat zijn de vragen. Uiteraard de be beginnen we met... De OG vraag stelde Jan van der Bos. En die vraagt: uh, het is dit weekend de eerste PFL Europe. Die gaan al Europese evenementen doen. Met twee Nederlanders kennen jullie uh, Gevers en Amin. Ja, zeker wel. Want Lissy Gevers is een uh, protégé van uh, onze Gemene de Grandemie. Uh, een groot talent. Die gaat haar debuut maken. Alvast veel succes. En uh, Mohamed Amin is iemand uh, die jij natuurlijk ook kent. Uh, die tegenwoordig bij My Gym traint. En die op uh, twee paarden werkt. Want die gaat dus zijn PFL debuut maken. En de afgelopen week werd ook bekend dat hij zijn Glory debuut gaat maken. Tegen Michael Dut. En dat is ook een partij waar we heel veel naar uitkijken. Overigens ook de terugkeer van Michael Dut bij Glory. En dat is ook altijd popcorn televisie. Dus uh, shout-out naar de uh, ja, Dream Crusher Michael Dut. En ook naar uh, Mohamed Amin. Dat Wordt in ieder geval een leuke wedstrijd. Maar ook uh, komend weekend uh, kijken wij natuurlijk uh, erg naar uit. Uh, Reageer, meneer. Vinden jullie dat naast een punt de positie teruggegeven moet worden? Ja, in principe wel, toch, jongens. Ja, maar zo zit al jaar te knikken. 100% dat dat ook gekund ja. Uh, dus ja. Ja, ja, want dat zijn natuurlijk wel uh, momenten die de koers van een wedstrijd kunnen veranderen. Dus dat uh, zou altijd moeten gebeuren, eigenlijk. Dendy B.J. Wat een dik e event. Uh, en stil. Dennis, welke vechter wil je ooit nog een keer voor de camera krijgen? Uh, en waarom lacht Trevor Whitman altijd? Ja, dat laatste even, dat vind ik wat af en toe verkeerd geïnterpreteerd. Want uh, als, als vechters helemaal in elkaar geslagen worden... Hij uh, doet altijd, als hij niks doet, blijft hij altijd lachen. En ik... Ik vind het wel mooi. Maar hij, is gewoon, hij weet hoe het werkt. Je kan winnen of verliezen. Uh, maar er is altijd weer morgen. En uh, hij was heel respectvol. Leon Edwards liep naar hem toe. En uh, uh, hij lachte en hij feliciteerde hem. Maar hij was gewoon heel sportief. En uh, dat is natuurlijk ook. Natuurlijk heeft hij hier wel inwendig waarschijnlijk de, de, de P in. Maar het is toch mooi. Ja, sorry. Het is toch vaak raar dat mensen vragen waarom lacht iemand lacht. Dan ze vragen waarom is hij verdrietig. Man, ja. Hij lacht. Laat ja. hem lekker lachen ja. is zo goed. Ja. Het leven is fantastisch. Ja, ja. Uh, en, en dan die andere vraag. Welke vechter wil je ooit nog een keer voor de camera krijgen? Uh, Mike. Mike Tyson. Mike Tyson. Ja, dat is een heel goed antwoord. Ja, ik, Mike Tyson die was op een gegeven moment aan een soort tournee bezig. Hè? Die deed een een, een theatertour. Uh, die, ja. die op het podium vertelde over het leven. Zo. En die zou toen naar Carré komen. En dat stond echt al een jaar van tevoren met rood omcirkeld op om mijn agenda. Daar wilde ik naartoe. En daar wilde ik als journalist... Persaanvraag: een interview doen met Mike Tyson. en toen werd het gecanceld en afgelast. En toen was mijn kans gekeken. En chips met mijn jeugdgeld. Ik heb wel ontmoet, ja, ja, ja. Hij was helemaal oh heel beduid. Nee, hij kende toevallig John Lewis. Waar ik in de Ik ik kon echt even met hem spreken via Gide Tuur. Die kende hem, even gesprek gehad. Maar ja, dat was mijn moment. Happy, happy moment, jaloers. Ja, ja, goed zo. Ja, ja dat zou mijn antwoord Dankjewel voor het invullen Gilbert. Dat zou inderdaad mijn uh, moment zijn. Maar ik vind alle gesprekken met alle vechters altijd interessant. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dus ik uh, geniet van alle, alle interviews die ik doe. Uh, Erwin Spencer, fuck man, zien jullie Colby winnen van Edwards? Ja, ik sluit het niet uit. Maar uh, we hebben gezien dat Edwards het heel goed kan doen tegen een worstelaar. Toch maar zo. Ik denk dat het een, een, een competitief vraag zou zijn. Dus uh, ik, ik sluit het ook niet uit. Maar ik, uh, ik denk dat Apple het zo ook vandaan kan runnen. Dus ik denk, het, uh, ik denk dat het wel een heel interessant, heel interessant vraag zou zijn. Ja, laat hem even zien uh, voor de camera. Oh. dus mensen het kunnen zien. Nee, dat is voor de. Voor de, voor de, voor de ja, camera. waarschijnlijk deze. Ja. Yeah. Kijk, we hebben hem al. Fantastisch. Two legends, one pick. Uh, Luc van der Veer. En daar staat Marcel achter in het rood. Lang, maar heel interessante vraag. Nou, ik laat me verrassen. Uh, er komt in dan een heel verhaal van Luc, uh, die is bezig aan zijn memoires, denk ik. Uh, op welke punten wordt er gejureerd? Door rare jurybesluiten of commentatoren die tijdens het commentaar meescoren... ...snap ik er niets meer van. Naar aanleiding van Vatori versus Dolice zou je kunnen zeggen... ...er wordt op volume gescoord en niet op schade en cage control. Bij VCF versus Geetje vonden Sander en dat het 2-0 stond voor VCF... ...en ik dacht dat het 1-1 stond. Geetje nam het halverwege ronde 2 over. Zou bij mij misschien straks zijn geweest van recency bias... ...en speelt het ook bij juries? Dus er is veel ruimte voor interpretatie. Hoe kunnen we dit tegengaan? zou een groep oudvechters niet gewoon een nieuwe set regels moeten schrijven waarop gesureerd moet worden. goed, um, goed ja. ja, het is een heel verhaal inderdaad. Het is natuurlijk wel inderdaad, kijk, regels zijn natuurlijk altijd interpretabel en dat is ook een beetje het probleem van het huidige uh, scoring -systeem. We zeiden net al eventjes ook, ja, het is altijd een beetje. Uh, ook al probeert ze een neutraal te scoren, maar er is altijd, want het is de, de, de menselijke factor kan je nooit 100% uit schakelen het een be beoordeelt het een als zo en de andere beoordeelt datzelfde als u net wat anders dat blijft altijd daarom heb je ook meerdere studieleden. Uh, en af en toe is het gewoon ja is het een moeilijke taal vast te knopen zeker dat zag van zaterdag uh, veel ja en uh, als kijker zelf moet je soms gewoon eventjes het volume uitzetten en dan ja. niet luisteren naar de commentatoren en zelf oordelen. en zelf oordelen, want soms ben je een aan het kijken en dan hoor je de jury of hoor je dus de, 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 de analisten hoor je praten. Dan denk je, huh? Huh? Ik zie toch echt iets heel iets anders. Ja. Maar je gaat er wel in, in mee. Ja. Weet je? Ze, ze zullen er verstand van hebben. Dus dat gebeurt er misschien ook. Dus ja, uh, dus ja wat hij zegt, de, de Sanne zegt dit, de Mloes zegt dat. Uh, ja, daarna, weet je, kijk gewoon wat je zelf vindt. En dan, ja, wat je, iedereen beleeft het. Op zijn manier. En als je dan laat beïnvloeden door een, een analist of een commentator, dan, ja, dan weet je uiteindelijk ook niet hoe, je het, uh, hoe wat er gebeurt. Ja, en ik, ik ben wel steeds meer tot, tot de conclusie aan het komen dat het 10 points Mass system dat we hebben in MMA, wat natuurlijk heel geschikt is voor boksen, dat ook van boksen komt, heel ongeschikt is eigenlijk voor MMA. En daar ben ik steeds meer van overtuigd. Want hoe kan je een ronde waar iemand gewoon vijf minuten bovenop, iemand ligt eigenlijk niks doet. Als een 10-9 scoren, maar een ronde waar iemand de ander helemaal in elkaar slaat en zijn wenkbrauw op zijn knie hangt, ook eens een 10-9 beoordelen. Dat gaat niet samen. Dus ik, ik ben, denk wel dat we een ander scoringssysteem nodig hebben. Marcel, jij vond deze vraag heel interessant. Wat is jouw gedachte hierover? Ja, dat uh, bijvoorbeeld. Ik kan een goed voorbeeld geven van die, van die kaart met uh, Bisping. Uh, toen uh, Jai Herbert tegen Ludovic Klein vocht. Jai Herbert komt met Manchester. Bisping komt met Manchester. Dat was ook te horen dat wat ik bedoel? Als, als een commentator een bepaalde vechter uh, als favoriet heeft, bekijkt die commentator alles vanuit het oogpunt van die vechter. Ja. Oh, hij zou dat moeten doen. Oh, als hij zo, dan moet hij dat doen. Nee, ik wil niet dat horen. Ik wil jouw commentaar horen van het gevecht. Niet vanuit het oogpunt van één vechter. En dan is het dat John Ennick daar nog bij zit, die dan ook over Klein zegt: van, Oh, goed uh, dinges. Maar Bispek zat puur op Herbert de hele tijd. Snap wat ik bedoel? Mm -hmm. En dan heb ik zoiets van: dan heb ik ook geluidsachter gezet. Daar irriteer ik me aan. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon een neutraal verslag hebben van een van partij. Yeah. En je neemt mensen daarin mee. Weet je, kijk, als jij als commentator zegt: Oh, het is 2-0. Of Oh, het is 1-1. Kijk, mensen die zelf niet 100% weten hoe de regels werken. Of niet helemaal goed precies kijken hoe en wat. Die gaan daarin mee. Dus je maakt een bepaalde stemming. En. Ja, dat vind ik niet goed, weet je? Dat, dat, dat moet niet. Uh, je moet het een beetje. Kijk, als het overduidelijk is dat iemand uh, uh, half lam wordt geslagen, ja, oké, okay, weet je? Maar als het een beetje in het midden ligt en die ander even een beetje overweeg, overweg, moet je toch een beetje het 50-50 houden. vind ik, hè? Zo, de, zo denk ik. Tuurlijk. Maar daarom, uh, en kijk, wat je zegt met dat tempo mass-systeem, ja, dat is natuurlijk al jaren achterhaald eigenlijk. Maar uh, ze gebruiken het nog altijd, het uh, duurt belachelijk dat als jij een ronde overtuigend wint. En het zit tegen een 10-8 aan, maar het is net geen 10-8, maar je krijgt een 10-9. Maar je krijgt eveneens een 10-9 voor als je iemand vijf rondes op de grond houdt met zijn rug en je, er, je richt geen schade aan. Dat is natuurlijk wel een probleem, weet je, dat je daar ook een 10-9 voor krijgt ten opzichte van die andere 10-9. Maar ja, weet je, um, we moeten daar iets anders op gaan verzinnen. En wat ze erop moeten verzinnen, weet ik niet. Ik ben niet voor meer judges. Want uh, je ziet ook bij Glory dat dat niet altijd werkt. Daar heb je gewoon een split decision soms, waar vier judges voor één scoren en de andere uh, één voor al die andere. En dan heb je nog een split ja, decision. Sterker nog, ik vind ja. dat er met vijf juryleden een grotere uh, marge van fouten ontstaat. Ja, ik ook, ik ben het volledig met je eens. Ja. Um, en ook, kijk, ze zeggen uh, open scoring. Daar heb ik ook mijn bedenkingen bij. Het kan wel goed zijn dat je weet of je die ronde gewonnen hebt of niet. Maar het kan ook het gevecht beïnvloeden. En daar bedoel ik dus mee, als jij. Uh, als je denkt in je hoofd... Je, kijk, ik weet dat Gilbert er een hekel aan heeft... Dat vechters per ronde kijken. En dat, weet ik, dat, dat is ook zo. Maar als je denkt in je hoofd... Ik sta twee rondes voor. Dan vecht je anders dan dat je denkt dat het 1-1 is. Ja, En dan snap ik wat ze willen. Maar daar, dan vind ik dus dat ze moeten bijvoorbeeld... Uh, een standaard bonus gaan invoeren, dat als je een gevaar finisht, dat je al tot je 50.000 krijgt of zo. Ja, ik zeg ja, maar wat. Ja? Ja. Ik ben wel fan van open scoring trouwens hoor, want ik vind natuurlijk bestaat het risico dat iemand gaat stolen als je weet je twee rondes voor staat, mm -hmm. maar het, je hebt ook dat als jij weet dat je twee rondes achter staat, dan moet je gewoon uh, vuur dan eens geen leggen en dan moet je gewoon voor die finish gaan. En dat weegt wat, wat mij betreft zwaarder dan het risico dat iemand gaat stolen. Ik vind dat wel ja. Misschien zouden ze open scoring moeten doen, maar niet zeggen voor wie ze hebben gescoord. Dus dan staat er, eentje staat voor en de ander staat achter, ja. maar je weet niet wie van de twee het is. Ja. Dus dan kan je, oh, of ik sta voor, of ik sta achter. Weet je, ik gewoon gas geven. Ja. Ja. Dat is op zich wel een leuke gedachte hoor. Ja. Uh, dat, je, dat je wel de scoring ziet, maar dat je niet weet wie het is. Dus als het een, een close gevecht is waar je denkt dat 19-19 is, en dan staat 20-18 drie keer of zo, Dat je denkt van, what the fuck, wie staat nu voor, weet je. Dat vind ik eigenlijk wel een leuk idee. Dan, uh, dan geef je niemand een voordeel van uh, ik hoef nu niet meer veel te doen maar dan krijg je als je twijfelt bij een close gevraagd dan staat 2018 dat je toch denkt van mm, misschien ben ik niet degene wat 2018 voor staat dan ja. ja vind ik geen slecht idee ja, eigenlijk ja vind ik ook geen slecht idee aan de andere kant als jij iemand Twee, twee, tien achteronders bezorgd, dan weet je meestal wel dat jij diegene ja, okay, bent. Dat, ja. Maar oké, okay, ja, dus ik, ik vind het niet goed voor doen. Ja, ik vind het interessante, uh, interessante interpretatie. Dat we in ieder geval ja. wel wat aan gebeuren. Overigens, maar zo. Wat jij zegt over die commentatoren, ben ik het deels mee eens. Maar het zijn niet de commentatoren die de die, die, die gevechten scoren. Dat zijn de juryleden. Ja. De, die zijn degene die het goed moet hebben dat de commentator uh, misschien bevoordeeld is en zijn voordeel of voorkeur uitspreekt voor een bepaalde vind ik minder zwaarwegend dan een jurylid die ja, gewoon het... verkeerd beoordeeld maar ik gaf, ik gaf uh, antwoord op de vraag ja. omdat hij zegt van ik weet niet precies hoe ik dat moet zien. Dus ja. Heb je overigens meegekregen dat uh, uh, Justin Gaethje na afloop op de, de persconferentie eventjes losging over Michael Bisping. Dat hij vond het Bisping met name in het gevecht van Leon Edwards tegen Oesman heel erg inderdaad Bijvoorbeeld deeld was ten faveur van Leon Edwards. En dat uh, Geetje, nou, die had daar wat over te zeggen. En Bisping, die kreeg dat de afloop te zien. En die heeft Geetje daar persoonlijk via de app, geloof ik, eventjes op aangesproken. dat hij daar niet van gediend was. Oh, echt, <laughs> dat ja, dus ja, dat het, het zit nog in hem. Maar goed. Uh, dankjewel, Luc, voor jouw vraag. Het is een discussie die we al heel vaak hebben gevoerd hier. En ik ben bang dat we hem ook nog heel vaak gaan voeren. En uh, zolang er geen oplossing voor is, uh, zal dat ongetwijfeld nog een paar keer voorbij komen. Het blijft een interessant onderwerp. Zonder um, de Dobbelaren vraagt... Vonden jullie terecht dat Kobe de vervanger is? Um, ja, uh, Ik zie nog wat vragen over Kobe. Uh, we hebben het uitgebreid over gehad. We dus vinden het niet terecht, maar... Ja, het is nou eenmaal de wil van Ankel Dena die bepaalt. Hè. Wie betaalt, die bepaalt. Uh, Ziat underscore DH. Als Balal voor zijn Shafkat komt, wie wint dan volgens jullie? Ja, vind ik het wel interessant eigenlijk. Ik ben een groot Shafkat-fan. Ik heb hem op mijn lijstje ook gezet als toekomstig kampioen. Misschien wel eind dit jaar. Uh, maar Balal is iemand die... Hij heeft laten zien dat hij heel goed kan vechten in de kracht van iemand anders. Met andere woorden, hij is er heel goed in om zijn tegenstanders te neutraliseren. Ik weet het niet, Marcel. Wat denk jij? Safkat. Okay. Uh, <laughs> veel veel completer. Uh, op de grond geef ik Belal echt wel een kans. Ik denk dat hij daar echt wel, de, noem je dat? dat, hij daar wel echt goed mee kan. Misschien. Ja. Zoals de bovenliggende partij zou zijn als het echt op het puur op het worstelen aankomt, weet je. Maar uh, over het algemeen, ik zou voor Safkat gaan. Gilbert. Ik ook. Ik ook. Maar goed, ik zou, ben niet zo overtuigd als jullie. Maar ik, ik zou wel het woord aan gaan geven. Uh, Altan at, D. Underscore. Zouden jullie Kamse tegen Oesman willen zien? Mm, dus, ik ben daar niet zo in geïnteresseerd op dit moment, jullie zou 185 kunnen hè nee. ja het zou op 185 kunnen ja dat zou ja. kunnen zou kunnen uh, maar goed ik heb een andere route in gedachten voor uh, Hamzat hij moet sowieso een keer gewoon een beslissing maken want dat hele van hij zei op een gegeven moment heel beslist ik ga naar 185 toen was hij toch aan het flirten met 170 en nou lijkt nou weet niemand wat die waarde en welke divisie hij nou zit moet ja. op een gegeven moment gewoon zeggen en, en gewoon een gevecht aannemen en gewoon weer gewoon Lena had gezegd dat hij in oktober terugkomt op 185. Dus ja. uh, waarschijnlijk die Abu Dhabi-kaart, denken. Uh, ik heb nog wat anders gehoord. Nou, vertel. Zeer, mm, zeer. Uh, uh, nou, betrouwbaar, woorden? Nou, niet betrouwbaar. Ja, nou ja, wel. Uh, geruchten dat er een Stockholm-kaart aankomt. En okay. Samstad weten we, die komt uit Zweden. En Dena zei, want we spraken hem vrijdag eventjes, dat, uh, dat, hij naar, dat hij naar dat hoogschijnlijk naar Middleweight gaat. En dat hij daar sowieso een top drie tegenstander krijgt. Nou, als je even op die rekening kijkt, is dat nu Pereira, Alessandra, Whittaker. Pereira, Alessandra vechten tegen elkaar. Dus dan blijft er maar één iemand over die dat zou kunnen Jared zijn. Jared Kenneer staat dus. dus oh. sorry. Het is slechts een gerucht, maar ik zou er niet verbaasd over zijn als we straks horen dat we uh, in Stockholm kampten tegen Whitaker gaan krijgen. Dun, 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 dun. Okay. Dat oh, zou een mooie pot zijn. Dat zou een leuke wedstrijd zijn. Uh, Lou Dijsing, Oesman Rob. Nee, niet, zeker niet Rob. Uh, Francisco 19784. Vinden jullie terecht dat ah, we over Colby hebben gehad? Den uh, Dennis underscore 7577. What is next for Mokaef? Um, ja, top 10 vechten moet hij sowieso krijgen. Die heeft nu vier 3 gewonnen, die moet sowieso die top 10 vechten. Toch eens maar zo? Ja, al. Heeft hij een rivaliteit lopen, maar Jake had niet. Ja. Weet je? En het ligt er een beetje aan hoe snel Mokhaev terugkomt, want die is geblesseerd nu. Ja. En als Hadley een beetje rumoer gaat maken in de divisie en hij ja. komt ook die top 15 in, dan zou daar ook een leuke partij uit kunnen komen. Ja. Maar ik ben er ook wel, ik ben ook wel met je eens dat Mokhaev zeker tegen iemand in de top 10 moet komen. En ik zit eigenlijk te denken aan bijvoorbeeld een, uh, de, de verliezer van uh, dit weekend Alex Perez tegen Manal Kaap. Dat ja. zou een mooie partij ja, zijn. Ja, dat zou zeker mooi zijn. Inderdaad, Jake Hadley ging helemaal los over hem um, afgelopen week uh, bij die persconferentie en uh, er zijn ook hele uh, nou Luide geruchten dat de UFC in juli weer terug gaat naar Londen. En dat Tom Esmond daar dan gaat headlinen. Tegen wie is nog niet bekend. Maar Espinel die zei dat zelf, van min of meer. Of niet min of meer, die zei dat. Dat, 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 dat nou, de kans waarschijnlijk is dat hij in juli daar op de kaart staat. Uh, dat zou misschien wel een moment zijn dat uh, Mokai en Jake Hedley daar voor eigen publiek een uh, robbertje gaan uitvechten. Maar goed, we gaan het allemaal zien. Um, Altan. Nee, even kijken. Waar zijn we gebleven? Mo Issa. Fettori terecht gewonnen van Dolice. Uh, genoten. Jullie ook. Dat eerste hebben we het over gehad. En de tweede Ja zeker hebben we genoten. Uh, J. Romaal. Is al goed genoeg om nu de jongste kampioen ooit te worden? Of moet hij nog veel leren? Uh, dat laatste is zeker waar. Maar hij leert snel. En hij is echt nog heel jong. Uh, we hebben uitgerekend. Als hij de jongste kampioen wil ooit worden. Dus jonger dan John Jones. Die drie, uh, ik geloof 23 en uh, 284 dagen of zoiets dergelijks. Uh, dan moet hij dat voor 30 maart. Uh, volgend jaar doen. Dus daar heeft hij nog ruim een jaar voor. Ik uh... ja, hoop dat ze knieën. Ja, als ze heel is, dan denk ik dat het heel is. Ja, want die Flyway-divisie is niet super dik. Dus uh, twee, drie potjes winnen en je staat niet in het titelgevecht. Toch pas zo? Ja, ik denk ook wel dat hij daar uiteindelijk komt. Maar ik denk tot uh, maart volgend jaar dat dat te snel gaat. Okay. Denk, ik. denk okay. ik. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik ben benieuwd hoe jullie denken. Ik twijfel. Het twijfelt ligt er een beetje aan. Um, hij, hij, hij heeft nog wel wat gaten in zijn spel. Dus ik, ik zou het niet erg vinden als hij daar gewoon wat meer langere tijd van neemt. Maar ja, je weet hoe het gaat. Het zijn ster is snel reizenden. En het kan zomaar zijn dat hij over twee partijen, drie partijen bezig in de titelvecht staat. Dus het zou me niet verbazen. Um, maar ik denk ook dat het iets langer gaat duren. Inderdaad. Mm -hmm. um, even kijken. Jason Idrissi. Oesman leek trager dan voorheen. Vond hij niet. Leen had de bdk Ja, Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Uh, June Jack 13, die heeft een vraag over Glory. Die zegt: verdient Overmeer geen tijdenshot tegen Semeleer? Uh, en moet GroenHart niet in de wacht? Ja, Groenhard is natuurlijk oud kampioen. Uh, en die divisie kan wel een, uh, een, een opdoffer gebruiken, om het zo maar te zeggen. Dus ik snap dat ze op Mutter terugvallen. En die heeft natuurlijk een, een grote reputatie, om het zo maar te noemen. En uh, Overmeer heeft al een keer tegen Semeleer gevochten. Toen bij Infusion, ik was daar toen bij, en dat was een vrij overtuigende overwinning van Semeleer. Maar Overmeer is wel echt gegroeid, dus in een rematch, uh, wie, ja, wie weet, ik, maar Overmeer die komt er sowieso aan. Dus is het niet nu, dan komt hij er uh, volgend jaar of zo, of uh, later wel aan. Mag ik jullie het wat uit. vragen? Ja, dat mag altijd. Allebei. Um, goedenavond. Um, Gaat nu, ga nu weer kickboxen? Hè? En ik, uh... Weet jullie wat daar de reden van is dat hij weer gaat kickboxen? Terwijl hij eigenlijk uh, zich uh, had uh, zeg maar, uh, gefocust ge ge op het MMA. Dat ja. hij nu opeens weer naar glory gaat. Ja, ik kan één reden wel bedenken, Gilbert. Ik, ik heb. Ik... Uit. Um... <laughs> Eén, uh, uh, volgens mij is hij weer bij Mike's. Ja. Ik denk dat Mike tegen gezegd: wat nee, jij moet je doen? Je moet lekker glory gaan vechten. <laughs> dat denk ik. <laughs> Ja, yeah. luister, het is heel simpel. Hij heeft natuurlijk een hele lange geschiedenis als kickboxer. Waarin hij K-1 Max-kampioen is geweest, Glory-kampioen is geweest. Uh, en daar is hij een grote naam. En daar zal hij meer betaald krijgen dan in het MMA. Waar hij nu een, een 2-1 record heeft, of uh, wat het ook is. En waar hij een, een vrij nieuwe naam is. Waar de verdiensten. Kan ik mij zo voorstellen, bij Organisatie 11 of wat lager zullen liggen dan bij Glory? Dat is denk ik een voorname reden. En, en als je nu voor de titel uh, mag vechten. Ja. Dan je En zakgeld. En uh, wat als hij wint, is het uh, toch veel ja. slimmer. Ja, uh. ja. Nee, maar ik snap, ik snap het ook wel. Kijk, qua, qua, qua financiën of zo. Kan ik dat wel begrijpen. Maar omdat hij zelf zei van. Ik ben klaar met kickbox, Ik zie dan niet echt een uitdaging nog in. Ja, ik, ik denk gewoon. Hij heeft zo hard verloren van onze Fransman dat hij dacht van, nah, weet je wat? Ik, uh, ik vind het wel goed zo en ik ga me, weet je, ik ga me nu richten op het MMA, want dan kan ik zo de UC, en bla, bla bla En het zou misschien de gedachte zijn geweest. Maar ja, dan uh, vecht hij tegen een paar gasten en dan merkt hij, oh, het is toch niet echt helemaal mijn spelletje. En, uh, en dan komt er een kans om voor de titel te vechten. Voor iets wat je altijd al hebt gedaan. Ja man. Nou, hou lekker bij kickboksen. Ik heb toen ook gezegd. Hou lekker bij kickboksen. je. Volgens mij was je isie gewoon te oud om. En matig te gaan vechten. Wel van achter. Uh, rood... Ja nou ja. ja. Murtel is wel een van de weinigen. Waar ik echt voor wakker blijf. Qua kickboksen. Dus ik ben wel heel benieuwd. Goed. Rody Kickboxer. Uh, wat vinden jullie ervan? Dat is wel leuk hè. Rody Kickboxer heeft een vraag over MMA. Mooi. Uh, wat vinden jullie ervan als Moussassi tegen Edwards zou vechten? Niet zou. Dat gaat gewoon gebeuren. Dat is in mei toch? In Parijs gaan die tegen elkaar vechten. Hij heeft over Leon. Oh, over Leon van Edwards. Ja. Uh, andere divisie. Andere organisatie. Ja. Hij gaat tegen Fabian Edwards nu vechten. En dat gaat maar in mei gebeuren. Hij gaat dat tegen zijn ik... broertje. Dus ja. is close af ja. toch? Ja, <laughs> ja. 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 Precies. Ja. Uh, Kees Hagen met z'n werken. Nou, een beetje een gratis reclame hier eh, op, op de eten. <laughs> Vinden jullie da ook dat het volgende evenement in Engeland... in een grote stadion gehouden moet worden? Um, ja, als je ziet hoe snel die kaarten steeds uitverkocht zijn... voor de O2 Wel. Grotere indoor stadions zijn er niet. En uh, outdoor stadions, daar is DNA geen fan van. Dus dat gaat niet gebeuren. Er waren nu voor dit evenement ook wel geruchten dat ze het in Wales gingen doen. Hè? In dat uh, Stadium of Light of wat heet het in, in, in Cardiff. Maar het is gewoon de O2. Daar hebben ze een hele lange geschiedenis. Dat is een ja. beetje hun, hun, hun thuisbaas. Dat is een beetje hun T-Mobile Arena van Europa. Dus uh, ja, het, uh, het gaat niet gebeuren, denk ik. Uh, DDLR 17. Um, wat vond u van het uithangingsvermogen van Oesman? Ik had het gevoel dat hij minder in vorm was. Kan ook door de goede takedowns die volgen, uh, kunnen. Ja, ik had niet het idee dat hij minder in vorm was. Nee, ik ook niet. Nee. Ik, 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 ik vond wel dat hij... Hij was niet heel erg overtuigend. Hij twijfelde. Nee. Hij had nee. niet zo zelfvertrouwen. Maar het groeide het wel een beetje. Het uh, deed het gewoon... Uh, ja, uh, ja, was, uiteindelijk bleek het gewoon een one-trick een one -trick pony het, een Beetje, de, uh, te zijn. Ja. Ja, ja, wat we net zei, het kan zijn dat hij he, nou, de X-factor een klein beetje ja. kleid, kwijt. Dus, uh, Brick Bertels zegt: ik wil eerst zeggen dat de CBD olie mij erg bevalt. Dat is mooi om te horen. Dat is best wel goed CBD. En Marcel, tegen wie zou je Petty willen zien nu Dober al een gevecht heeft? Tegen, tegen, de, winnaar, tegen de winnaar van Dober en Fravo Fravola. Tegen de winnaar van die partij. De winnaar van Dober tegen Fravola. Oké, okay. ja, leuk. Mooi pot. Uh, Rebel by Nature, in hoeverre is de inval van Charles Sonnen betrouwbaar? Niet. Nee. Die maakt er een mooi <laughs> verhaal van. <laughs> die ja. heeft alleen maar een mooi verhaal. Die, die maakt. <laughs> ja, Charles Sonnen is natuurlijk ook, ik, wel een van mijn favoriete ja. figuren als, als mediafiguur. Maar hij, hij doet heel vaak doe dingen roepen om een beetje de boel ja. op te op te poken. Alhoewel, hij heeft natuurlijk wel heel veel connecties. Hij spreekt ook wel veel mensen. Hij zal heus wel eens inside information krijgen. Maar ik heb het idee dat hij gewoon af en toe de boel mee kan te fokken. Toch maar zo. Uh, ik weet ja, een beetje. Het. Een ja. beetje. Gaat het niet over het feit dat hij uh, weet dat, uh, oh, dat iemand uh, zijn doping bij hem haalt? Ja, ja. dat is wel dat roept de en die, ja. is en die is geblesseerd. En die is bang voor die. Ja. Hij heeft altijd... Uh, hij, ik kan goed praten, een beetje de Mark Rutte van het MMA. Ik kan heel goed praten. Ik vind hem, ja, ik vind hem echt geweldig. Hij <laughs> ja. heeft altijd zijn woordje klaar. En hij is uh, zeer uh, overtuigend ook. Uh, Joshua VV, wat een performance van Getty. Balans had volgende titel moeten krijgen. Wat vinden jullie? Ja, vinden wij, hebben we het over gehad. Stijn van Uitert, wat zou nu een geschikte tegenstander zijn voor Oesman? Uh, ja. Hebben we het ook over gehad? Uh, moeilijk om te zeggen. Dus Jordy Brouwers, wat vond u van de aftermath naar de KO op Patterson bij de Prelims? Uh, ja, dat was. Hij was zo, zo oud. We zeiden: hij had de dus stoten 15 te veel gekregen. Dat hij daarna omhoog werd te deel, Dat hij met de scheizigde wilde vechten. Met, met de cornerman wilde vechten. Hij was helemaal de weg kwijt. Ja, ja, ja. Een beetje pijnlijk te zien. Had eerder gestopt moeten worden. Uh, Ali 070. In één keer goed. Had de Krokop, Fedor of Overeem in een Prime van Jones gewonnen? Hm, interessant hem. Fedor sowieso. Ja, Fedor denk ik ook. Ja. Die Krokop. Weet ik niet. Die moest het wel staande houden dan. Ja. Ja. Uh, Brian196666. Shafkat volgens Belo voor Next Title Shot. Uh, Contentenpartij. Dat lijkt me wel. Ja. Na Colby dan. Leuk dat hij er was. Zagen hem goed. Jullie ook? Ja. We hebben hem van dichtbij gezien in zijn roze. pak. <tie> is zo grappig. Want ik vergeten dat we zo'n allemaal zwaar fans natuurlijk. Ja. <tie> Ja, ja goed. Ja. Ja. Aparte figuur. Uh, en tot slot, Maurits School, wat was jullie favoriete partij van de avond? Dat, dat lijkt me duidelijk. Uh, en waren jullie het eens met de uitslag van Vittorio Dolice? Daar hebben we het ook over gehad. heel de... O2 Arena stond werkelijk versteld van de verkozen winnaar. Dus ik ben benieuwd hoe het de thuiskijkt oh, deze partij. Dat is wel heel lief en denegeerd. Ja, ja eh, Marcel. Ja, die, uh, die was in Londen <laughs> ja. en die heeft daar een hele goede avond gehad. Dat liet hij mij al weten. Uh, ja, we hebben het uitgepraat over die uitslag gehad. Dus daar geen uh, verdere nieuwe inzichten over. Uh, bedankt weer voor al jullie inzendingen. Je weet het. Je kan ze kwijt op de DM's op Instagram en Twitter of uh, via de mail op info.vechtersbasen.tv Goed, Marcel. Nu je er toch bent, verblijd ons alsjeblieft met je laatste vechtnieuws. Nou, wat is zo vriendelijk, vraag. Zo ben um, ik. Oh, wow, ja. massa, jongen. <laughs> Op 22 april, uh, oh, ja, Denison, uh, een van Dennis' favorieten: Matthew Samuelsburger tegen Jeremiah Wells. Ah, Sammy the Jedi. Ja, mooi. Leuk, leuk, leuke pot. Ja, vind ik ook. Uh, dan hebben we ja, eigenlijk een partij waar we net even kort over hebben gehad: UC 288, Drew Dober tegen Matt Fravola. Ja. Met de, de Steamroller, Fravvola. Mooi gozer. Uh, maar uh, doe Dobber ook. Welke Jussie, was het meer? 288. 6 mei. 288. Ja, ga door. <laughs> ja, en dan tot slot op 3 juni hebben we Cara France tegen Amir Albazi. Oh, Nou goed dat uh, uh, KKF weer terug is. En die hebben we volgens mij al een tijd niet meer gezien, toch? Sinds Moreno, toch? Dacht ik. Ja, ik ja. zo zonde dat hij. Huh? Ik zonde, zonde van ja. hem niet gewoon. Okay. Dat, nou goed, goed dat hij terug is en een mooie partij. Uh, dat waren ze, Marcel. Dat waren ze. Top, dankjewel. Uh, volg deze man, Big marcel 24 op Instagram en Twitter. Dan weet je het. Altijd, ben je altijd op de hoogte en weet je het meestal zelfs als eerste. Dus nou, doe dat, dan krijg je daar geen spijt van. Goed, dan gaan we ons nu richten op het laatste, maar uh, meest fameuze onderdeel van deze podcast. Goed, gok op knokken. Dus Marcel, ons penningmeester, hoe, uh, hoe hebben we het gedaan? Ja, um, nou, laten we kijken naar, uh, naar onze keuzes eerst: Tori tegen Dolitsen. Um, Dennis had Dolitsyn de decision, Gilbert ja. en ik had de Victoria decision. Ja, het, eigenlijk ik voel me hier gepikt, maar goed, ja, het is wat het is. Dat is drie punten voor Gilbert, drie voor mij. Uh, Maya O'Neill, ja, we waren alle drie voor O'Neill decision, maar uh, ja, het was een duidelijke overwinning voor Maya, dus geen punten. Ja. Um, Nelson tegen Barbarena. Um, Dennis had Barbarena decision, Gilbert had Nelson KO tweede ronde, ik had Nelson submission eerste ronde. Ja, nou lekker dan liggen dan. Ja, één punt voor Gilbert en zes voor mij. Toch naar jou moeten luisteren. Ja, uh, ik, heb, ik heb er geen plezier aan gehad, want ik wilde Barberina niet zo zien verliezen. Dus nou ja, nee. maar wel zes punten. Uh, Getje, VCF. Ja, ja, had jij heel goed gedaan, Dennis. Decision voor Getje, daar heb je drie punten. Uh, Gilbert en ik hadden allebei VCF. Gilbert had KO derde ronde, ik had Decision. Er staan drie punten voor Dennis. En uh, in de medieval Edwards-Oesman kreeg Dennis ook drie punten erbij. Want die had Edwards' decision. En Gilbert en ik had allebei een decision voor Kamau oesman <laughs> Komen we op een puntenaantal. Met, uh, op de derde plaats Gilbert met 36 punten, kreeg vier punten erbij. Dennis op 38 punten, kreeg zes punten erbij. En ikzelf op 44 punten, kreeg negen punten erbij. Kijk hem gaan. Happakei. Helemaal bovenaan op de berg. Op de apenrots. Lekker hoor. Zie je wel dat Molus dat wel zei? Wat dan? boven op de apenrots. Ja? Dat zei ze toch? Dat het is, is dat wat dat, het mis mee? Is ja, een uitdrukking toch? Ja, ja, nee, maar dat, dus ik had het met hem over. Ik zeg: ja? zijn "Ze nou boven op de apenrots." Ja? Dat is een ja. gewoon een normale uitdrukking. Ja, zegt ze geen apen. Maar dat is een uitdrukking als je ja. boven in de hiërarchie, boven op de apenrots, dus als jij de, de alfa bent, dan hè, allemaal bovenaan, bovenop boven op de apenrots. Dus, Oké. Ja. Okay. ja. Goed. Maar ze, ze, ze verbeteren zelf wel, hè? Tussen oh. ze dat zij. Ik heb het gemist, ja. moet ik zeggen. Ja, ik heb het zeggen. gezien, gehoord. Ik ga het uh, terugkijken. Marcel, uh, hoe hebben de, de inzenders het gedaan? Ja, um, sommige heel goed, sommige iets minder. Um, Weekwinnaar is Maurits school met 13 punten. Hoppa, rechtstreeks naar de O2 gewoon on top. Lekker, Maurits. Ja, heel netjes. Um, bovenaan, eerste, Sander de Dobbelaar. krijgt 12 punten erbij, staat op 54 nu. Uh, ik moet trouwens nog even Lekker, zeggen, ik heb vorige week heb ik Ricardo van der Humste de kort gedaan, ik heb ik hem geen punten gegeven, ja. terwijl hij er vier had verdiend. Okay. Hij heeft uh, het me kunnen bewijzen en het klopte inderdaad, dus die vier punten heeft hij erbij gekregen. Heb je gecorrigeerd. Uh, nou, ja, Pim Troeven staat tweede. Ik ga tweede. mijn punten ook meteen uh, natellen, nu, want het klopt als mij dan. aan. We hebben veel meer punten. Ja, uh, Pim Trouve, twaalf punten erbij op 53. Uh, dus die staat tweede. nu. Lekker uh, Pim, uh, ook goed gedaan, ja. Ricardo van der Hum staat nu dertien, of derde, kreeg maar één punt erbij, dus ja. 51 punten nu. Ja. Oh. Uh, Rob naar gedeeld derde, 51 punten, vier punten erbij. En dan hebben we nog in de top vijf Sumetra Wal, zes punten erbij, 50 punten. En tot slot Maurits Schoon met 13 punten erbij, komt op 49. Hot binnenkomen in de top 5. En nog steeds de pijnlijke conclusie dat de nummer 5 nog steeds meer punten heeft dan de beste bij ons. Maar goed, uh, het... waar uh, staat uh, de OG, uh, Jeff van der Bos? Dan moet ik even gaan kijken, joh. Uh, Jan van der Bos heeft 38 punten. De staat 17. Okay. Die heeft even ziek, Jan. Uh, oké, oh, nee, uh, nee, oké. Okay, okay. We snappen elkaar. Goed. Uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Aankomend weekend weer uh, de UFC, San, San Antonio. En wat lekker dat we vaak naar zo'n uh, pay-per-view teruggaan naar de Apex. Maar we blijven gewoon lekker in een volle arena. San Antonio is uh, de plaats waar het allemaal gaat gebeuren. Met een hele toffe dikke main event in die Bantamweight-divisie. Mar Marlon Chito Vera tegen Cory The Sandman Sandhagen. En uh, opvallend hier, uh, als het goed uh, genoteerd staat, dat Sandhagen de favoriet is. Min 160 tegen plus 135 voor uh, Chito Vera. Uh, Co-main event, de uh, Preachers Door de Holy Home tegen Jana Voorheen. konitskaya tegenwoordig Santos. Um, dat is een partij in de vrouwen-Bantamweight-divisie. Um, Holy Home die de significante favoriet. Min 220 tegen plus 180. En dan hebben ook nog Nate Landweer tegen Austin Lingo. En uh, deze partij heeft geweld er helemaal overheen geschreven. En uh, de duidelijke favoriet is uh, Nate Landweer. Min 270 en plus 220 De underdog tegen uh, is, uh, Lingo. En voor de rest op die kaart nog Andrew Lee tegen Macy Barber. Alex Press, tegen Manou Kaap en Chidi En Joquani tegen Albert Duraev. En uh, het is allemaal uh, te zien weer uiteraard op Discovery Plus. Uh, vanaf 12 uur is die mainkaart En een uurtje eerder om 11 uur begint dus onze previewshow uh, ook te zien op Eurosport, maar ook op de Discovery Plus. En um, ja, jongens, laten we de drie partijen gaan uh, voorspellen. Altijd even op mijn woorden letten hier met die Gilbert Eiffel. Uh, maar we beginnen met, uh, laten we van onderop weer beginnen. Uh, Nate Landweer tegen Austin Lingo. Lingo zou uh, voor, was het vorige week al vechten hè? tegen ja. Ricardo Ramos met die partij ja. ging toen niet door omdat Ramos uh, uh, veel te zwaar was. Hè? Was het, geloof ik? Mm -hmm. ja, en, ah, punt. ja, en uh, Nate Lindbergh had een nieuwe danspartner nodig, dus het ja, komt perfect uit zo dat deze twee mannen tegen, tegenover elkaar staan en het is zoals ik al zei een gevecht waar ja, geweld overheen uh, gesprenkeld gaat worden, dat wordt een soort uh, kleinere versie van Gagey uh, tegen Vichy. of zeg ik dan te veel maar zo. Ja, een soort van. Ja, ik wil het niet denigrerend doen, maar een beetje een soort van Aldi-versie. Ja, de Aldi-versie van Keetje Technicie. Nou ja, Aldi heeft ook nog vaak wel kwaliteitsproducten, Dus dat betekent nog steeds niet dat het slecht is. Shout-out trouwens naar Sander Schikker van de Lidl. Ja. Marcel, als je toch aan het woord bent, vertel het maar. Wat denk je dat gaat gebeuren? Ja, man. Kijk, Nederland heeft maar één knop en dat is vooruit en hard en ja. zonder verdediging en gek. Um, oh, weet je, die wisten tegen Onama vorig jaar nog. Ja. Doen. Oh, wat een <laughs> gekke huis, ja, 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 ja dus, hij, hij is gek die die land weer. Um, En ik, ik zie hem graag vechten. Hij heeft hem ook wel eens tegen gezeten, hoor, dat hij zo wild is en dat hij nog uitgeslagen of getrapt werd. Um, Lingo is, is eigenlijk ook meer is, is staand uh, erg, erg leuk om naar te kijken altijd. Dus uh, kijk, ik vond die, die originele partij was Landwehr tegen Alex Caceres hè? Ja. Dat was ook een leuke partij. Ja, zeker weten. Ja, ik vond dat ook leuk. Um, ik denk dat het wel een decision wordt. Ze hebben bij een keihard hoofd, dus ik zie ze niet gefinished worden. Um, ik ga wel voor Landwehr. Ik denk dat die, uh, dat is uh, een motortje die, die blijft gaan vaak. Hij ja, had Tegen Onama op een gegeven moment uh, uh, kreeg hij te... Was het af en toe uh, dat Onama weer over. Onama was in het begin beter volgens ja, mij. Ja, nee. ik had het idee dat, dat die led land... weer in de eerste ronde twee keer KO ging zo ongeveer. Klopt, ja, klopt. Um, nee, ik ga voor Landweer. Decision. Maar dat gaat wel een leuke partij worden. Dit het gaat zeker een hele leuke partij worden. Als de lingo is niet te onderschatten. Maar Landweer is gewoon inderdaad gewoon prettig gestoord in zijn hoofd. Um, gaat inderdaad gewoon als een, als een brandweerauto. Ramt hij alleen maar naar voren. Uh, en uh, ook al wordt hij kou geslagen. Dan gaat hij toch niet kou. En dan komt hij weer terug en dan weet hij het nog te winnen. Die partij toch gewoon wet inderdaad knasgek aan het einde. Um, ik ga een gokje wagen. Ik, ja, zegt decision landweer. Zeg ik gewoon, uh, Landweer op K.O. Een hele bloederige K.O. In de tweede... Mm, e ronde. Gilbert. Ik uh, ga voor uh, Landweer. Landweer gaat als de brandweer. En uh, ik ga ook op Decision. Decision, Landweer. Iedereen ja. uh, in het voordeel hier van Nederlandweer. Dan de komende event, Holly Holm. Oud kampioen natuurlijk. Uh, tegen Jana Santos en Holly Holm de uh, Preacher's Daughter, ja. Uh, wat ik van Holly Holm vind, zij is natuurlijk wereldberoemd geworden door die headkick tegen Ronda Rousey, die toen de hele wereld schokte. Ze is ex boxkampioen Maar de laatste jaren haar partijen is echt vooral meer clinchen tegen het hek en een beetje hangen, wurgen. Het is niet zo spannend meer allemaal. Hoi uh... Gilbert! Hoi <laughs> Gilbert! Ah, goed, uh, dat maakt allemaal mee live in de uitzending. Maar uh, Holly Holm, ja, uh, ja, de laatste partijen waren niet zo heel opwindend, laat ik het zomaar zeggen. Ik denk wel dat ze van uh, Jana Kuniskaya gaat winnen. Natuurlijk een lange lay-off gehad. Um, ik kies de Holly Holm op de Session. En veel meer heb ik niet af te zeggen. Gilbert? Ja, hetzelfde. Uh, ja, zelfde. Zij. Ah. Uh, Chantos, die is uh, degene die. Uh, volgens mij zei dat al. Uh, een beetje hangen tegen de, tegen de, tegen de kooi. Okay. En dit zit. En vast houden. Ik denk dat de Holly, jaar boksen. Uh, weet je wat? Jij gaat op de Ik ga voor een, uh, een KO derde ronde voor Holly Holmes. KO derde ronde voor de Preachers' Daughter. Yes. Uh, ik hoop van harte dat ik het mis heb. Want Holly Holmes is in de potentie wel echt een hele goede vechter. Uh, ja, het is alleen een, een tijdje geleden dat ze het echt heeft laten zien. Althans, echt overtuigd heeft laten zien. Uh, Marcel, wat denk jij? Ja, ik vind het wel leuk dat uh, Jana naam namens Santos heeft veranderd. En nu staat de Home tegen Santos en ik van. Oh, weet je, nieuwe contender, maar nee. Ja. Uh, uh, je weet wat de naamverandering uh, met je doet? Ja, nou, ik denk niet veel. Ik denk dat Home gewoon een decision wint. Ik denk dat Home completer is, beter is. En uh, dat het gewoon weer een uh, typische Holy Home wedstrijd gaat worden. Um, en ik snap dat de UFC Home op de co-main of main zat qua naam. Maar ik heb wel een beetje gezien, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat ze weer wint, de season zonder al te veel moeite. Ja, Oké. Okay. Helder. Dan hebben we nog één partij over. Dat is de main event en dat is er eentje waar ik echt al een hele poos heel erg naar uitkijk. Um, en dat mag je met recht ook een contenderpartij noemen, alhoewel we hadden het de laatste ook met op. En er zijn ook meerdere contenders in deze divisie. Maar Vera is echt on a rampage. Vier partijen op rij gewonnen. En neemt het nu op tegen de ex-interim. Kampioenskandidaat want die wedstrijd verloor tegen Petter Jan toen, maar wel in een fantastische wedstrijd. Uh, moet het nu opnemen met de tegen de opkomende Marlon Chito Vera. Uh, en dit heeft ook gewoon uh, geweld en high pace actie helemaal eroverheen geschreven. Gilbert Eifel, wat denk jij dat gaat gebeuren? Is uh, Marlon Vera nou de onderdok hier? Ja, dat verbaast mij ook een beetje. Ja, snap ik ook niet. Maar goed. Het zal met de ranking te maken hebben, denk ik. Ik ga voor uh, Marlon Vera. En die gaat... Uh... Ja, ik heb punten nodig. Nee. Dus die gaat uh, Cory uh, gewoon even KO slaan in de vierde ronde. boom ja. en dat heeft met de ranking. Uh, Marlon Vera staat boven Cory Sandhagen momenteel, dus dat slaat hem. Een... Waar, waarom is dat? KO uh, vierde ronde zei jij? Yes. Oké. Okay. Wa waarom staat... is Sandhagen hier de favoriet, denk jij maar zo? Ik denk dat het qua stijl te maken heeft. Qua vechtstijl denk ik. Ik denk dat... Um... Uh, dat Vera heeft meer de hype achter zich, vooral op de manieren waarop hij ja. heeft gewonnen. Kijk, hij heeft Dominic Cruz nog uitgeslagen, hij heeft Edgar nog uitgeslagen. Maar als je, kijkt, als je heel kritisch gaat kijken naar al die wedstrijden, ja. tegen Edgar stond het eigenlijk gelijk totdat hij hem nog sloeg. Ja. Ja. Tegen Font heeft hij meer schade aangericht, maar Font heeft hem outstriked in die partij. Maar terecht gewonnen hoor, niks op aan te merken. Ja. Kroes deed het ook heel goed tegen hem, zodat ja. het misschien. Dus ik begrijp het wel, omdat Sandhagen is uh, qua... Ik vind Sandhagen technisch beter dan Vera. Alleen ik vind Vera explosiever. En ze brengt meestal meer schade aan dan, dan, dan Sandhagen. Dus ik vind het een hele moeilijke wedstrijd om, om te voorspellen. Kijk, je kan... Als je op schade gaat doen, dan zou ik het misschien inderdaad naar Vera geven. Sandhagen is zo technisch goed, joh. Ik, uh, ik neig meer naar Sandhagen in decision, dus... Daarom uh, ben ik het eens met de odds. Ik vind odds ook raar. Ik denk dat Vera verdient om hier favoriet te zijn. Maar ik ga voor tegen Omdat ik denk qua stijl dat het in die partij hem goed ligt. Dus daarom. Oké. ja, okay. ja ik, ik, Het is juist al die dingen die jij noemt nu. Die mij van Vera doet kiezen. Want uh, ik vind Sante <laughs> ook fantastisch. En het is echt een van mijn favoriete vechten in de decisie. Zo'n geweldige mooie stijl. Uh, uh, met met zijn trappen en zijn stoten en, en zijn afstandmanagement. en spectaculaire draaitechnieken en alles wat hij met, wat met hem meebrengt. Maar Vera is iemand. die kan inderdaad. Sinds de Dominic Cruz. was hij de wedstrijd volgens mij gewoon aan het verliezen. Totdat Dominic Cruz daar uitgeteld op het kant van slag. Die kan gewoon. tot in de laatste seconde van de wedstrijd. iets geniaals uithalen. Die heeft dat in zich om in de meest onverwachte momenten. opeens. Met een geweldige uh, high kick, de uh, spinning kick of wat dan ook te komen. Front kick. Uh, uh, op de grond niet te onderschatten. Hij heeft een goede ground game. Um, en ik zie in Manon echt een toekomstig kampioen. En uh, ik denk dat als hij deze partij wint... dat hij de volgende zal zijn om een title shot te krijgen. Uh, sterker nog, met mijn rap die niet tegen Algemeen gaat... Uh, lijkt het me zelfs vrij waarschijnlijk. En uh, ik denk ook dat hij gaat afrekenen met Sandhagen en... Uh, wat jij zegt, Marcel, dat is wel waar. Senteken zal een hoger volume hebben, zal hem waarschijnlijk uitstrijken. Uh, maar ik denk dat uh, Manner Vera ergens wel weer een gekke KO uit de hoge hoed tovert. En uh, ik kies daar ook voor Vera. Jij zegt vierde ronde, zeg ik vijfde ronde. Ik denk ook dat het een, voor Vera een, qua ranking een belangrijkere partij is dan voor Senteken. Ik denk dat Senteken als hij wint, dat hij wel nog altijd in de top staat. Maar dat er geen title op voor mensen. En ik denk nee. voor Vera, als hij wint, dat zeker wel een title op voor mensen zit, inderdaad. Ja. Dat denk ik ook. Um, dat is, gaat allemaal zaterdagavond gebeuren. mis er niks van op uh, Discovery Plus. Wordt echt een mooi gevecht. Um, zaterdag ook nog even shout-out. Of vrijdag is dat, moet ik zeggen. Uh, Cage Warriors 151 met onze eigen Aghi Sadari. Uh, tegen Samuel, Samuel Blasco. Uh, ook op die Discovery Plus zien. En zaterdag, zoals gezegd, uh, het debuut bij PFL van Mohamed Amin. En dus gevers. jullie ook veel succes, allebei. Uh, daar zijn we er doorheen, jongens. Ja, tevreden mee? Ik ben uh, altijd tevreden. Daar ben ik heel blij om. Marcel geeft ook de duim. Hartstikke mooi. Uh, dan wil ik jullie bedanken weer voor jullie uh, inzet en voor de gezelligheid. Uh, jullie allemaal weer bedankt voor het kijken of luisteren, Je weet. We zijn overal te vinden. YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Uh, vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. Heel belangrijk voor ons. Uh, een speciale dank aan onze sponsor Special Goals CBD. En ook heb nog één ding te zeggen. Dat is de Marcel kusjes.